Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Mediaraven en Garage Eddy van Wantergem. Welkom bij Blue Eye Breakdown, een podcast over A-Gent gemaakt door Buffalo's voor Buffalo's. Ik ben Thibaut en ik zit hier opnieuw in Gent met Jentel, Cedric en een heel special guest, Yannick Thoelen. Je hebt 26 matchen bij Gent gespeeld, ja. 9 clean sheets, 4 jaar bij Gent. Dus ja, dat is wel een mooie periode. Zeker, zeker. Ik denk misschien een wel van de mooiste periodes in mijn carrière. Waarom? Ten eerste omdat je dan bij een topclub kunt spelen. Ik heb daar heel mooie vriendschappen op gebouwd. En ja, die culturen en ook gewoon de club was heel speciaal. Ik heb daar ook mijn moeilijkste periode gehad, persoonlijk dan. Ik denk daar ook dat die band dan ook veel sterker is geworden met het publiek. Ja. Dus ja, alleen maar mooie dingen. Ook sportief minder mooie periodes gehad, maar altijd wel proberen terug te knokken en altijd daar wel iets aan kunnen verder breien. Dus ja. Ja. Je bent toegekomen zo in het jaar, of de zomer, net na het kampioensseizoen. Ja. Dus ja, ik denk dat het inderdaad ook wel een hechte groep was dat je dan inkwam. Dus dat is wel... Allee, leuk binnenkomen, denk ik. Ja, ja het of was... Jawel. Ja. Want ik was toen in Lommel en ik was echt wel aan het wachten op een transfer. Want we hadden dan net de titel gemist, de eindronde gespeeld. Die wat tegen... jaar een beetje. Ja, een beetje de rode draad van mijn carrière. Nee, ik bedoel de Lommel. Die spelen toch promotie? Ja. Nu, na bijna... Ja, dat is toch al even geleden, bijna 10 jaar. Mm-hmm. Dus, kijkt je nog veel Lommel? Soms wel, omdat Jari De Busser speelt daar nu. Die was dan juist. Ook in mijn periode daar. Die is goed bezig, hè? Ja, die is echt, die heeft heel veel stappen gezet. Mm-hmm. Dus ik volg bijna alle ploegen waar ik heb gespeeld. Mm-hmm. Geel, Lommel, Gent ook. Dus ja, dus ik was aan het wachten op mijn transfer en die bleef van wat uit. En dan een week voor de transferperiode ging sluiten, kreeg ik dan telefoon. En natuurlijk, ja, je komt aan het Lommel. Dat is allemaal een vriendengroep, allemaal jongens van in de buurt. En dan komt er dan een heel grote club die Champions League gaat spelen. Waar dat je dan toch wel naar opkijkt, naar bepaalde spelers. En dan de eerste week dat ik daar kwam, was het dan een vrije week, want dat was met de interlandbreak. En dan hebben we daar teamactiviteiten gedaan. Dus dat was een ideale week ook om in te rollen. En we moesten dan 1 training doen en ik moest meevoetballen. En ik zal het nooit vergeten, want ik en Mili lachen daar nog heel veel om. Dus ik liep zo in zijn positie. En op een gegeven moment zei hij tegen mij: "Hey you, goalkeeper, go stand somewhere else, don't play here, this is my position." En ik zei: "Oh nee, dat begint hier al, hè." Die vetette. Mm-hmm. Maar nee, ja, achteraf gezien een hele toffe groep. Echt waar. Oh. Was echt plezant. En hij zei gewoon you, is ineens uw naam of zo? Nee. Want, ik denk dat dat de eerste of de tweede dag was. Dus ja, die kende mijn naam en die zei: "Goalkeeper, go stand over there, please." Hij neemt het ook wel nog vaak over, die groep ook. Dat, toch valt dat niet op in interviews dat hij vaak zo terugpraat over... die groep dat de trainingen veel intenser of zo konden zijn. Ik weet niet of dat opgevallen is bij jullie in de interviews. Nee, echt niet. Hij doet dat vaak hoor. Dat hij zo, ja, vroeger... Ja, maar inderdaad, het zal nu misschien minder zijn. Misschien daarom dat hij dat zegt. De training zal nu misschien minder intens zijn onder Hein dan toen dat Yannick er was. Ja. Ik weet wel van die gasten dat die voorbereiding, dat wel echt de zwaarste voorbereiding was. Dus ik heb heel die voorbereiding dan eigenlijk gemist, want we waren al, denk ik, 2 wedstrijden ver in de competitie en die jongens die praten alleen maar over die voorbereiding, dat de waanzin was. Mm-hmm. Maar dat was een hele gewillige groep, dus maakte niet uit wat hij deed in de training, hoe zwaar die was, die jongens deden dat gewoon. Mm-hmm. Dus die gingen ook gewoon echt door het vuur voor die gast. Mm-hmm. Ja. Dus dat is misschien de andere kant van nu. Ja. Vroeger waren die gasten, ook omdat hij meer power had, omdat we dan net kampioen waren gespeeld. Ja. Iedereen had heel hoge ambities, dus iedereen volgde hem ook gewoon blindelings. Ja. En dat zal nu misschien anders zijn. Op het moment dat je net kampioen zit geworden, Champions League spelen, dan wel dat iedereen wel echt... Ja, iedereen was super gemotiveerd. die training, die niveau, dat was echt een gigantisch verschil. Het heeft me ook 6 maanden geduurd voordat ik echt volledig was aangepast aan dat trainingsniveau. Qua alles, hè, technisch, tactisch, alles erop en eraan. En Lommel werd er ook niet zo nauw op gekeken. Hè. Als je een beetje zwaarder was of gaat wat meer vetpercentage, als jij gewoon het weekend je ding deed, dan was dat goed. En je denkt, oh, ik doe al wat extra en ik train heel hard. Maar dan kom je bij gasten die in een topclub zitten. Amai. Ik heb in het begin echt... dacht op een gegeven moment, ik zeg, gaat dat hier nog wel omdraaien voor mij? Want, ik wist niet dat dat verschil zo groot was. Ja, enorm. Ik had eigenlijk ook niet verwacht dat het niveau, want we hadden dan ook tegen Gent gespeeld in de beker en dat was echt een heel goede wedstrijd van iedereen van ons. Dus ik dacht van, dat gaat echt in de details zijn, maar op de trainingen was dat echt... en ik had dan ook nog Matzels als keeper, Brian van den Bussen. Die gasten die waren echt aan het pieken, allebei. Dus ja, dat was dat echt. Hè. Ik moest, denk dat daar het verschil ligt tussen topclubs en het middenmoot? Was echt gewoon de trainingen? Of? Trainingen en ook talent. En ook de manier hoe dat er wordt gewerkt, denk ik. En de mentaliteit van... ik merk dat heel hard. Nu zie ik dat wel, omdat ik dat aan een topclub heb gespeeld. De mentaliteit van willen winnen en moeten winnen. Je moogt winnen. Mechelen, als je 2 keer wint en je verliest een keer, dat kan gebeuren. Maar in Gent is het gewoon elke week opnieuw moeten winnen. Zeker na het eerste seizoen, zelf dit seizoen, denk je dat we bijna niet verloren. We hebben maar 1 keer verloren dit seizoen. Tegen Cercle, denk ik. Ja. En dan, als je dan 1 keer wel begint te verliezen, dan is dat plots oei. Maar denk bij een middenmotor... misschien een andere mentaliteit of zo, ik weet niet. Gewoon van, je moet niet winnen. Hè. Dat is het grote verschil. In een topclub moet je elke week, want je zit ook met een brede kern. Als je 2 weken niet goed presteert, kunnen ze zomaar de 3e week op de tribune zitten of op de bank. Dus iedereen is echt... Oké. We zullen straks wel meer over je periode begint hebben, maar we zullen eerst over de match hebben, Mechelen-Gent, waar je in hebt gespeeld. Waarvoor dank dat je bent gekomen sowieso, want ik denk dat er veel spelers zijn die niet komen na een verlies. Dus, ik had al vorige week afgezegd, dus op zich maakt dat niet zoveel uit. Gent was de betere ploeg, gezien heel de wedstrijd. Eerste helft waren wij... Vond ik de evenknie, misschien zelfs beter. Beter zelfs, Hein zei ook, hè, dat eigenlijk een mirakel was dat we voorstonden. Dat is eigenlijk raam te zijn, maar de goals eigenlijk van beide kanten in de eerste helft waren een beetje opportunistisch of zo. Het was zo vooral profiteren van elkaars foutjes. Als ik heel eerlijk moet zijn, Gent had eigenlijk niks gecreëerd uit zichzelf. Wij geven eigenlijk 3 golen weg. En gescoord 3 keer. Gent was super efficiënt. Dat was verschil, denk ik. Gent heeft gewoon gewonnen op efficiëntie. Dat was denk ik. Niet zo vaak. Allee, soms. Tweede helft was... hadden we het dan fysiek, vond ik, moeilijk. Het was ook heel open. Want ik denk op een gegeven moment, in de 70e minuut, ik draaide me juist om dat scorebord en echt, dat waren gewoon 2 stukken. Hè. Gewoon op, af. Ja. En dan moet die bal goed vallen. Hè. En wij hadden niet meer de kracht om het om te draaien. Dat is voor ons ook een heel lang seizoen geweest. Veel blessures. Na nieuwjaar, stage, waren we zelfs... met een hele hoop gasten, jonge gasten, allemaal van de belofte. En dan zag het er eigenlijk niet goed uit voor ons. Ik weet nog, ik zat met Elias Kobout op de kamer en wij waren er elke dag over bezig van wij gaan als echt moeten hopen op een mirakel. En dan spelen we de eerste match tegen Gent en die winnen we. En dan kregen wij een boost en dan hebben wij dat kunnen doortrekken. En dan eigenlijk terug op belangrijke momenten, dat iedereen er zo wat terug bij is, zijn er dan terug belangrijke jongens uitgevallen. Dus op zich hebben wij een fantastische najaar gehad. Dus ja... Het is eigenlijk gewoon die laatste match op Leuven dat het geeft. Als ik denk, moest die match niet zo belangrijk zijn geweest, alles of niets, dan denk ik dat we die gewoon gewonnen hadden. Misschien te veel druk of zo. Ja, ja, er staat druk op. Hè. Wij hadden eigenlijk alles in eigen handen. We moesten gewoon winnen. En, maar we hebben heel veel kansen gehad die wedstrijden. Dat we echt normaal. Maar ja, dan voelde dat, dat is dat verschil. Met die druk om kunnen, dan ook. En er zijn bepaalde jongens gaan blokkeren of zelf het verschil willen maken, de grote man willen zijn dan op dat moment. Ja, we willen forceren, zeg maar. Ja, zonder daar echt over na te denken van oké, ik wil het hier afmaken, maar gewoon het willen, direct willen afmaken. En als we daar rustiger waren geweest, dat we dan wel gewoon een play-off in zaten. Denkt u dan als je zo het niet in eigen hand had, dus eigenlijk zo wat de underdog waard, dat dan misschien wel zo gelukt zijn om te winnen en dan hopen op iemand anders die punten verliest? Ik denk dat wel. De week erna spelen jullie terug tegen Leuven, hè? Zeg maar gewoon weer hetzelfde en dan winnen. Ja, want er was na de wedstrijd en tijdens de wedstrijd heel veel commotie van beide banken. Want we komen dan voor, ze maken we gelijk. En dan waren ze weer zo, ja, je kent dat een beetje trash talk. En ze zeiden van, ja, maar je mocht blij zijn dat je vorige week gewoon had, want anders speelde play-down. Dus, dat was ook gelukkig dat die breakdown kwam voor ons, want anders was dat niet goed geweest voor ons. Gebeurt dat veel op een plein? Allee, misschien op de bank zeiden nu net, maar op een plein zelf ook trash talken tegen elkaar? Ja. Wees zo een befaamde trash talker. Of doe je dat zelf? Super. Ik doe dat ook vaak. Dat is eigenlijk gekomen in mijn periode in Gent met Stallone in Bombay. Dus wij deden dat al op de training. En dan gebeurde dat in de wedstrijden dan ook. Ik had dan bijvoorbeeld de laatste thuiswedstrijd met Brown. Wat we woorden. Mogen ze zeggen wat? Of? Ja, was iets. Maar ik had dat niet gehoord. Dus iemand van ons was tegen hem aan het trash talken. En hij praatte terug en ik zeg, hey, doe eens normaal, hol eens af. En hij zegt, suck my dick, zit ik gewoon. En dan na de wedstrijd kwam hij naar mij en zegt van, ja, je zit op de bank, eigenlijk mogen jij niet praten. Ja, en ik zei dat ook wel laag. En hij zei dan tegen Mili, ik zeg, hey, die heeft wel een grote mond. Hè. En dan Mili denkt, hey, tegen hem niet beginnen, hè, is met een broer. Hè. Ik ben er echt niet verrast van eigenlijk, van Braga. Nee, het zit me wel zo in. Het is zo een beeld dat we spelen op... Allee, ik weet niet of Nicosia. Dat... Ja, was Nicosia, dat hij daar inderdaad... Hij dwingt de verdediger tot weggeven van de corner of zoiets. Ja. En hij schreeuwt echt zo. Ja. Ja, die verdediger op de grond en brandt en zo naartoe. Zo, inderdaad, verbaasd we niet. Just, ja, maar bij Gent zijn er eigenlijk nog niet veel zo van die gasten geweest. Hè. De beste trashtalker is Lucas Bijker. Bij Mechelen. Ja. Oh. Maar tegen iedereen, hè? Tegen de ref, tegen de lijnrechter, tegen de spelers, tegen de bank van de tegenstander, tegen iedereen. En die kon dat echt goed, hè? Die kon dat zo goed dat echt mensen gewoon helemaal uit de wedstrijd waren. Hij zo het bloed onder de naald. Ja, echt. Maar het haalde hem zelf ook niet uit de wedstrijd dan. Want ik kan me inbeelden dat sommigen zich daar al eerder op vonden. Hem interesseerde dat niet. Allee, dat was echt herenmeester. Wauw. En zegt, als begonnen bij Stallone in Bombay, hoe ging dat dan? Hoe is dat dan begonnen? Op training iets afspreken? Ja, of zo, bij afwerkvormen. Hè. En dan scoort hij bijvoorbeeld en dan roept hij iets. En ik zei, ja, is goed. Zo direct wel zien. En dan pakte ik een bal en dan riep ik, hey, talk is cheap, hè. En dan zei hij, gaan we zo beginnen. En dan, maar we hadden een heel goede band, ik en Stallone. Dus, waar zit hij eigenlijk nu? Ik weet dat niet. Patro Heijsde. Ah, oké. Patro Heijsde. Ah, die hebben verloren in de promotion playoffs. Ja. Juist. Inderdaad. Tegen? Ik weet niet meer. Deinze. Ja. Die spelen nu tegen Lommel. Dus ja, ik ga waarschijnlijk terug gaan kijken. En Deinze, ja. Ik ben Deinze-Lommel gaan kijken 2-3 weken geleden. Geen idee dat dat weer de promotiematch ging zijn. Dus, weer dezelfde match gaan kijken nu. Ja, maar dat ben ik trouwens vergeten te zeggen de vorige keer. Maar de trommels die de harde kern... Allee, zie 6 man gebruikt bij Deinze, die staan daar Gent-stickers op. Ja, de indianenkop en zo staat erop, dat viel me echt op. Dus ik vroeg mij af, hij is er nu niet, onze hooligan? Maar anders ging ik het vragen aan hem. Ja, die dat hier daarnet was. Dat is onze ultra. Ik ging hem anders vragen of dat er een link was of zoiets. Misschien zijn dat bevriende clubs, ik weet niet. Ik heb me trouwens gisteren eergisteren al, wedstrijd was zaterdag. Het was zo minuut 60 en... Het was aan het gieten, niet normaal. Ik ging nog vragen of dat eigenlijk just, ja, veel had beïnvloed, maar dat is echt aan het gieten. En ineens is er zo'n close-up op de supporters van A-Gent. En wie ziet er daar als enigste in heel dat vak staan met een zonnebril op zijn gezicht, Cedric. En ik dacht, wat doe je? Een zonnebril, man. Hij valt ook super hard op met zijn 2 meter. Ja, ik ging hem vragen wat hij gepakt had, maar hoe hard de avond daarvoor was. Maar je zal dat nu tijdens de edit wel horen. Ik zal mij wel sturen. Ja. Maar ja, was de regen een storende factor? Want we waren wel soms uitglijdende spelers. Veel partijen. Nee, ik denk het niet. Nee. Het was ideaal voetbal weer, vond ik, voor die wedstrijd. Veel zuurstof. Ja, zo. Goeie veldje. Dus ja, nee, ik denk niet dat dat een storende factor was. Mm-hmm. Ik heb de indruk dat het veld op Mechelen altijd wel goed ligt, hè? Of niet? Mm. Het kan beter. Ik denk, voor Mechelen zijnde is dat echt een heel goed veld. Nu de grasmat op Gent. Oh, ja, die ook inderdaad. Wauw. Ja. We waren daar en ik zei, dat is de eerste keer dat dat zo goed ligt. Maar echt... Wauw. Ja, het is vaak ook aan de keepers inderdaad, dat het wat modderig ligt. Ja, nee, maar gewoon het algemeen. Heel harde ondergrond, maar toch, hij is gewoon een grasje erop. En de balsnelheid gaat snel. Bij ons is het meer iets sompiger, dus de balsnelheid gaat niet altijd. Maar in Gent was echt... Ja. Een van de betere velden die ik al dit jaar heb gezien. Mm-hmm. Maar nogthans, de ene keer tegen Passaxe hier was niet... Dat was vorig jaar, ja, daarmee dat ik het zeg. Ik heb daar 4 jaar... Het er nog nooit zo goed bij gelegen als deze jaar. Over die match weer. Bij die tweede goal, probeer die bal daar te pakken. Heeft de scheidsrechter daar iets gezegd tegen u? Van ja, wat was waarom dat het... Wat was een uitleg? Dus ja, die bal die komt. En heel grappig, de week daarvoor... Tegen, maar ik zend het even kwijt, tegen wie was het? Dat tegen jullie Leuven, de week ervoor. Ja, tegen Leuven. Ja. Is ongeveer dezelfde fase en ik kom op die bal, maar ik was te laat. Ik had dan met mijn pa erover gehad en hij zegt van ja, je moet niet zo snel komen, blijf maar gewoon staan. Je hoeft je niet te bewijzen, je hebt al genoeg bewezen. Dus die bal ligt daar en ik denk van ja, ik ga gewoon blijven staan en die bal vertrekt. En ja, dat is gewoon de plukbal, hè. Dat is een no-brainer. Dus ik kom en ik roep los. En ben eigenlijk aan het twijfelen, ga ik hem pakken of ga ik hem wegboksen? Mm-hmm. Maar die bal was zo lang onderweg dat ik dacht van, ja, die kan ik gewoon rustig pakken. En ik heb hem vast. En dan krijg ik daar een saflet. Mm-hmm. En ik denk van, ja, dat is fout. En ik val en ik zie dat Mitrovic die bal binnentrapt. En ik denk van, ja, die moet fluiten, hè. Ik zeg... Mm-hmm. Ik zie elke week fases bij keepers dat ik denk van, daar hadden we nu niet moeten voor fluiten. Ik zie dan vaak ook Premier League wedstrijden, daar wordt bijna niks gefloten. Maar ik dacht, ja, deze is 100%, want ik heb hem klemvast op een moment en dan krijg ik die slag. En dan, ik hoor niks en ik denk van, wat is deze? Maar ik kon niet bewegen, want ik had overal pijn. Ja. En ik kom er hefboom mee staan, het is geen fout, Yannick, het is een eigen speler. Ja, en ik denk van, ja, maar dat kan niet. Ik zeg, en ik sta recht en ik zeg, ja, even, ik zeg, er wordt geduwd, hè. Ik zeg, dat kan niet dat hij niet kan stoppen, hè. Want ik roep op tijd los. En hij zegt, ja, nee, het is uw eigen speler en ik zie geen duwfout. En dan zie je de beelden achteraf terug en dan denk je van, ja, ik had moeten kiezen voor de optie boksen, maar... Ja, dat is altijd heel moeilijk als je loopt dat je naar elkaar toe. De ene moment worden niet geraakt, de andere moment wel. Dus ja, je moet in een split second beslissen. En ik beslis om de bal te pakken. Het is wat hij wel zegt. De duwfout is er niet, maar je ziet wel dat er wel wordt geduwd. Want je ziet dat hij een paar keren wilt stoppen, maar hij kan niet stoppen omdat... Ik kon niet zien welke speler iemand de hele tijd in zijn rug aan het duwen is en dan krijg je die botsing wel. Ja. Moet je dan de keeper beschermen? Ja of nee, ja, dat is een grijze zone. Ja, vind je het zelf te weinig of vind het... Ik ben wel best altijd streng voor de keepers en ook voor die fases. Omdat ik dan ook altijd wel een beetje link aan de Premier League. Denk het niet. Op dat moment zit in die wedstrijd en... Ja. Wilde wel dat er wordt gefloten. Hè. Ja, en ik heb ook gezegd tegen hem, ik zeg, je moet de keepers beschermen. Hè. Hetzelfde geldt. liggen wij met 3 er op de grond en is voor ons alle 3 de wedstrijd gedaan. Maar ik denk dat het op zich te weinig was en dat je daar gewoon geen risico mag pakken en die bal moet wegboksen. Ja. Toen ik aan het kijken was op tv, dacht ik wel dat hij ging afgekeurd worden. Oh, eerst dacht ik het ook. Dat was ook eerst, maar het is gewoon want die eigen speler is. Dat is zo mijn eerste reflex vanaf nu altijd bij een goal is, zo wachten op een eventuele VAR. Als zo, maar de VAR kon niet echt... Ja, het was de VAR die zei van direct tegen hem, want het is een eigen speler. Ja, dat maakt dus daarmee dat hij ook niet meer gaat kijken. Dat is zuur, hè, want anders gaat hij gewoon de rust in met 2-1. Ja, of met 2-2 misschien nog achteraf, want ze scoren nog die derde goal. Dus dat was wel, balen op dat moment. Speelde bij die derde goal ook nog... die pijn van die botsing, want ik zag dat je daarna wel wat mankte na de... Ja, ik had heel veel pijn aan mijn kuit. Dus ik dacht, na die botsing, ik had eigenlijk geen gevoel meer in mijn rechterbeen. Dus onderbeen. Dus ik dacht eerst van, ik zeg, oh nee, ik ben toch niet gekwetst? Of er is toch niks gebroken? Maar dan kreeg ik direct terug gevoel. Maar ik voel het nu nog, in die kuit. Ik zag het. Ja, het was een serieuze botsing. Maar dat heeft geen dingen meer gehad. Ja, en die andere goals kun je eigenlijk ook niks aan doen, denk ik. Hè? Het enige waar je dan mee zit is, je hebt de tweede helft eigenlijk geen bal moeten pakken en dan een shot, Hulzager, die bal nog goed binnen. En dan, als je die kunt pakken, dan is dat toch nog een ander gevoel dat je dan naar binnen gaat. En ik vond 4-2 nu wel overdreven. Dus dat is dan wel het gevoel dat kansen dat Gent maar heeft gehad, was het wel al ferm, 4 goals. Ik zag zo expected goals 1,5. Ik had het opgeschreven. Het was... Stad, maar dat is 1,61 voor Gent. Maar voor Mechelen was het ook maar 0,56, heb ik gezien. Terwijl dan ook wel 2 keer gescoord. Die statistieken soms. Dat vind ik altijd grappig. Zo dat, wat is dat percentage van goal probability? Maar dat is nog niet hetzelfde als expected goals, blijkbaar. Maar ik weet niet wat dat het verschil is. Ja, die probability, dat is... Dat houdt met alles rekening. Met wie dat bij u staat, welke voet dat je moet trappen, hoe moeilijk dat de bal komt. Komt die botsend, komt die... Ja. Want soms zijn er zo'n goal dat je denkt, oh ja, dat is 50%. En dan zie je in één keer dat dat maar 20% is. En denk je van, hoezo? En expected goals is dan puur op de plek waar dat je staat? Dat zijn de aantal golen die je kunt maken in de wedstrijd. En dan wordt dat berekend over het hele seizoen en ook in de onderlinge confrontaties en zo. Denkt u daar ook soms van dat dat zo niet klopt als keeper? Als je denkt, je moet dat in context zien. Ja. Als je puur alleen naar de cijfers gaat zien, dan komt je vaak bedrogen uit. Dat is ook zo met data en transfers doen. Je moet dat een beetje kunnen samenbrengen, in context brengen en dan de dingen. En ik zie heel veel clubs die daar nu alleen... puur naar data kijken, maar niet in welke context. En je zou ze samen moeten brengen. Ik doe er nu toevallig ook een cursus voor, dus het is dat je dat wel kunt plaatsen. Ik heb ook wel dat gevoel, lekker bij zo'n transfers. Als dan zo gekeken wordt, een jonge speler, ik zeg maar 19 jaar, zoveel goals, zoveel assist, maar dan in weet ik veel, Noorwegen of zo. En niet dat zo'n set competitie is, maar weet dat. En dan kom je naar België, dat is ook wel iets anders dan in Noorwegen, dan pakweg. En dan floppen die hier maken, zeg maar iets. Het hangt af van speler tot speler. Ja, maar het is ook gewoon... Je kunt goede statistieken in een bepaald seizoen, in een bepaalde competitie, maar dat wil niet per se zeggen, denk ik. Nu ook niet zo'n beetje dat bij de transfer van Thiago naar Brentford, is het zeker? Ja. Dat... Maar die doen dat wel in context. Dat is het verschil. Die ziet de spelen en die denkt van ja, oké. Die worden gescout ook in 10 wedstrijden of zo. Dus die komen ook echt effectief 10 wedstrijden kijken. Dan ook nog eens gekoppeld aan data. Maar dat is wat je zegt. Hè. Het is niet zozeer... Want ja, het mooiste voorbeeld is Orban. Die speelt aan een tweede klasse en die komt naar hier en die speelt alles kapot. Ja. Niemand het afwacht. Nee. Dat is weer zo... Ik weet niet op het moment dat ik dat hoor, dat van... Waar gaan ze die nu weer haalt? Maar het is, je moet een beetje kijken naar alles. Hè. Het is niet alleen naar de leeftijd en de goal en assist, maar ook Hoe is die technisch? Hoe gaat die, en mentaliteit ook. Hè. Hoe is die mentaal? Is die mentaal sterk genoeg? Want België is een heel onderschatte competitie. Iedereen, soms lacht iedereen wel met België, maar alle jongens die in het buitenland hebben gevoetbald, die naar ons komen, die zeggen van, goh, dat is hier fysiek, dat is hier tactisch, ja, dat is hier technisch. En natuurlijk zijn alle wedstrijden niet goed, hè, maar er is wel een bepaald niveau. En je moet daar wel boven zitten, want anders komt er gewoon tekort. Hè, of wordt waar in Europa. Ja. Zeker vorig seizoen dat we met 3 basisploegen in de Europese kwartfinale zaten. Ja. Maar ik zou niet verschieten, moest Club Brugge in de finale nog raken, hoor. Ik ook niet. No, zou ook kunnen. En als ze nu een gelijkspel of winnen tegen Fiorentina, dan is dat het beste Europese seizoen ooit van Belgische ploegen. No. Ja. Dus ze staan nu gelijk met. Ja, inderdaad. Nice. Ik vroeg mij ook nog af van de wedstrijd. Allee, dat is nu niet specifiek op deze, maar heb je eigenlijk een voorkeur als keeper om met een 3-mansverdediging of een 4-mansverdediging voor u te spelen? En waarin ligt dat dan? Ik heb ze allebei gedaan. En ik vind als keeper is het iets makkelijker om met 3 of met 5 te spelen dan met 4. Sorry. Omdat als je dan bij 4 speelt, dan kunnen de middenvelders van de tegenstander makkelijker in verkleden en dan moet de middenvelder zelf volgen. En als je met 3 speelt, kan die derde die ene opvangen en dan staat je eigenlijk nog met 2 verdedigers tegen 1 spits of 2 spitsen, snapte? En anders is het overal en dan kom je ergens tekort en dan heb je niet met 3, vind ik. Ja, oké. Je bouwt iets meer defensieve zekerheid in bepaalde situaties. Ja, want jullie zijn ook wel moeten switchen van de blessure van Antonio, zeker? Die was, of allee, daarna hebben jullie ook wel nog met 3 van. Nu spelen we met 4 omdat we Elias Wout missen. Hè. Anders spelen wij gewoon met 3 van achter. Maar nu dat Elias er niet bij is. En onze trainer wilde ook niet te veel wisselen. Wil niet bijvoorbeeld onze linksachter centraal zetten en daar weer iemand anders zetten en dan weer gaan schuiven overal. Hoe is Hazi als. Meisig. Als we even moeten poëzeren. Maar hoe is Hazi als persoon? Want ja, er zijn natuurlijk de geruchten dat hij misschien wel de trainer zou worden van Gent, of dat niet waar zijn of niet. Dat laat ik in het midden, maar. Heel verademend. Voor mij dan toch. Ik speel niet altijd, maar ik heb daar wel een hele goede band mee. Dat maakt iedereen heel belangrijk. En gewoon recht toe recht aan. Gewoon, maakt niet uit of dat jij de grootste speler bent of de kleinste. Jij weet gewoon perfect waar je aan toe bent. Ja, en kijk niet naar vedetten of hij behandelt die niet anders. Ja. Hij maakt die wel belangrijk, hè? Die belangrijke spelers. Ja. Hij geeft die wel een heel goed gevoel. Maar als het niet goed is, dan gaat het wel geweten. En nu dat... niet zo Gent, ja. Nu dat Hazi weg gaat aan het eind van het seizoen. Als je een trainer moet kiezen, gelijk waar, welke competitie, wie zou dan, onder welke trein zou gaan een keer spelen? Goh, dat is moeilijk. Ik heb wel een idee waar Mechelen naartoe wilt. Maar als ik echt moet kiezen, een trainer. Mag hij ook Pep en zo zijn? Maakt niet uit. Dan zou ik voor dingen, die van Tottenham. Postecoglou. Ja. Die was zeer kwaad het weekend. Heb je dat filmpje zien passeren? Ik weet niet tegen wie dat was. Liverpool. 4-2. Ja. Zo schreeuwen. Dat is mijn clubje, hè. Tottenham, mij. Maar ja, als je met hem speelt, ga je normaal ook wel veel goals binnenkrijgen. Dus, ja, maar zijn manier van spelen en ook denk de manier hoe hij is met zijn spelers, dat is wel nog een ander niveau. Ja, dat is wel. Maar van wat wij zo zot aanvallend hoor. Zo mooi voetbal. Iedereen verklaarde Tottenham gek hè, om dit te pakken. Maar vind je het soms niet te naïef? Maar het werkt wel. Ik denk dat vooral Tottenham in het begin heel veel pech heeft gehad met kwetsures. Ik denk dat er op een gegeven moment 9 gasten... Ja, klopt. Maar gewoon, ja. Nu weten ze ook hoe dat ze voetbal, dus dat is de muur waar ze nu tegen lopen. Dat is eigenlijk een beetje wat ik nu terugzie, als wij toen met Gent dat tweede jaar, niemand kon ons stoppen in dat systeem 3-4-3, want ze wisten niet wie dat ze moesten verdedigen. En dan het Predom, daar zijn een muur gemaakt en dan deed iedereen dat en dan was het moeilijk. Die bekermatch was dat, hè? Ja. Ja, bekermatch. 2-1 verloren op Brugge. Ja. Serieus? Wow. Nadat we gelijk speelden in de heenmatch in Gent. Dat was de halve finale. Kan ik mezelf niet meer herinneren. En sindsdien was zogezegd de code van Hein gekraakt. Dat ging ik net zeggen. Ja. Het ding dat ik mij kan herinneren is dat hij in Atemos de hele tijd zat te zeveren. De code is gekraakt. Ah. Ja, want het was wel het begin van... want op dat moment stonden we eerst de halve finale beker. We waren dan net uitgeschakeld voor de kwartfinale van... tegen Wolfsburg. Tegen Wolfsburg. Mm-hmm. En... toen is er zo wat twijfel in de groep gekomen, vond ik. Dat was ook wel een serieuze slag, want wij hadden dat seizoen denk ik toch bijna niet verloren. Wij speelden elke wedstrijd top. Ik zat toen nog veel in de tribune, dus ik kon alle wedstrijden gewoon van een ander perspectief kijken. Dat was echt... Wow. Ik wou gewoon een popcorn, hè, gewoon voor kijken. Dat was gewoon echt... Ja, wij speelden gewoon zo goed, zo aanvallend. We hadden altijd over... Wij speelden gewoon iedereen kapot op dat moment. Ik weet nog, met heeft Brecht Jager ooit een keer gezegd van... soms gaf ik gewoon een bal naar een plaats waar dat publiek zei van... Hoe ziet die dat? En dan ik had niet gezien, kust gewoon dat daar iemand ging lopen. Gewoon dat de connectie goed tussen spelers. Ja, wij trainen daar ook veel op die dingen. Dus dat op een gegeven moment gewoon kon zeggen... Oké, kijk die bal, ik speel die daar. Daar staat sowieso iemand. Wat is zo uw mooiste herinnering aan uw periode begint? Maar ook iets niet voetbal gerelateerd zijn, hè? Als, ik weet niet, een leuk feestje of zo. Ik denk gewoon mijn eerste wedstrijd. Ja. Dat was tegen Westerlo. Was ook heel onverwacht dat ik ging spelen, dus dat was wel mooi. En dan tegenstandaar. Ik denk dat het mooiste is. Als ik me niet vergis, is uw allereerste wedstrijd, maar dan niet in de Super Pro League waarschijnlijk, tegen Constanta, niet? Ja. En dat was een 0-0, als ik me niet vergis. Ik heb dat opgezocht er juist. Waarom dat dan niet? Dat is toch eigenlijk uw echte debuut? Ja, maar ja, die wedstrijd die was al... Dat was al gespeeld. Dat was een terugmatch dan? Ja, we hadden 5-0 thuis gewonnen. Toch geen goed opzoek. Dat was een dramatische wedstrijd. Dat de heenmatch was. Dat was een dramatische wedstrijd. Hè. Dat weet ik niet meer. Ja, was ook denk 10 man of zo van Mechelen. Was echt niet. Van Gent bedoel. Van Gent. Was ook maar 10 man of zo. Was echt niks. Was er niks van beleving aan, dus. Nee. Snap het. En zo wat leuke verhalen. Heb je leuke verhalen van uw tijd bij Gent? Zo... Ja, ik heb er best wel van. Eentje dat wil doen. Mogen we ze horen? Dat is een vraag. Denk een van de mooiste was in Konya. Dat was plaatsen in de laatste minuut met Koulibaly. En we waren allemaal blij. En, maar dat was dan wel heel raar in Gent. Dus iedereen was heel euforisch, altijd op het veld. En dan kwamen wij de kleedkamer binnen en dan viel die euforie gewoon helemaal weg. En dan was dat echt stil en gewoon dat je de wedstrijd had gewonnen. Dat was een normale zaak. En dan in de bus zei ik van, gasten, we gaan door. Hè. Ik zei, we kunnen misschien een mooie tegenstander. Kom, we gaan iets doen. Hè. Bleek dan Tottenham zeker? Bleek dan Tottenham te komen zeker? Dat was daarna. En... maar we konden niet echt iets doen, want het was een Konya, was ook niet veel te doen. En ik had ook niet zoiets van, oké, we moeten dat buiten het hotel doen of zo, maar we doen dat gewoon in het hotel. En dan had ik gezegd van, kom allemaal naar mijn kamer. Ik zat met mijn cijfer op de kamer. En ik had dat niet verwacht, maar in één keer stond er 20 man op mijn kamer. En, ik heb mijn kamerdeur dicht gedaan om 5 uur 's morgens. En heel die kamer die stonk naar de rode wijn en er lagen borden met frieten en hamburgers nog. En dat was wel goed. Ook meezingers om 4:30. Want een dag daarna kwam Peter Ballet naar mij en die zegt: "Zeg, we zeggen dat Marco Borsato bij ons op hotel zat." Zalig. Dus dat was wel mooi. Dat was wel goed. Nee, het was gezellig. Het was heel gezellig. Meezingers, ik daar zegt. Peter Ballet is, dat is al een beetje een legende van onze club, toch? Ja, toch wel. Ja. Dat is ook een zeer warme mens. Ja, heel warme mensen. Dat is ook wel altijd heel nederig zo. Like, de paar keer dat toch gewoon zo toegezongen. Dat is dan af en toe naar een match of like, op de Gentse feesten. Altijd zo van, nee, het is nieuw, het is nieuw. De spelers, we moeten die toezien. Dat vond mij wel op. Heel emotioneel ook. Ja, inderdaad. Dat jaar toen we met Tottenham, ik weet nog een dag ervoor, hij kwam naar mij en hij zei van, ja, ik heb alles al meegemaakt. Zo, en zo'n dingen. En dan toch na de match was hij heel emotioneel. Ja. En dan waren er nog wel zo wat wedstrijden dat hij zo echt bijna met tranen in zijn ogen stond. Omdat hij zoveel deed. Ook omdat hij echt een winnaar is. Ja. Maar op een goede manier, niet op een slechte manier. Als we zouden verliezen, dan zou hij ook niet... En had je het niet zo na Tottenham? Want allee, ik had dat als supporter dan. Ik ben naar Wembley gegaan en dan... Je gaat er dan door en dan... Ik had zo'n gevoel van, ja... Het gaat niet echt iets dit nu... toppen of zo van ervaring voor mij. Dus het is jammer dat je die ploeg direct naar de groepsfase hebt. Als je die dan wel later krijgt, dan is dat... Maar dat was waanzin. Voor mij is dat nog altijd een van de grootste teleurstellingen van mijn carrière, dat ik niet in de selectie zat. Ah, zat nog niet op de bank, ja, oké. Terwijl ik dan wel daarvoor speelde. Dan is Kalinic gekomen en dan heb ik heel de tijd op de bank gezeten. En dan de week daarvoor, de week zelf, word ik in de tribune gezet. En wie zat dan op de bank? Rine. Ah ja, oké. Ik op Rine. Zou je daar nog iets over vragen? Of? Dat was een van die dingen. Ja, vriendschap, nu geeft het weg. Hè, ja. Ik ging dus nog een wie is wat dat doen over Rine, maar ja, als ze nu de naam zegt, dan weet iedereen wie dat ze moeten zijn. Dat was van de fans of wat? Wat blieft? Dat was voor de fans. Oh, sorry. Heb je nog iets? Ja, ik zou er één uitvinden. Gaat er iedereen uitvinden? Nee. En daarna dan ook Genk loten. Dan moet zo ook weer. Ja, dat is dan ook typisch. Je hebt dan met United hadden dan nog, Celta dat Vigo hadden nog. Je had er nog twee. Twee goede ploegen dat je dacht van, oh. En dan pak je juist Genk. En een goed Genk, hè, op dat moment. Ja. Met Kastanje, met Trossard. Was dat niet Stuyvenberg coach op dat moment? Ja, klopt. Maar dat is ook, dan kan ik je voorstellen, je gaat door tegen Tottenham, maar je gaat eruit tegen Genk. Ja. Dat is toch, op het moment dat ik dat zag, ik dacht van, allee, maar doe niet dat nu. Nee, het is gelijk dat je zegt, Genk was wel echt zeer goed. Ik weet nog dat er maar zo'n paar matchen zijn in die periode dat ik... Allee, ik ging toen echt naar het stadion met zo... We gaan winnen, of zo. Allee, en ik weet nog dat... Dus ook in het moment zelf als we achter stonden of zo, dat ik dacht, komt wel nog goed of zo. Maar ik weet wel dat die... want het was eerst, denk ik, in Genk en dan... juist. Nee, het was eerst thuis en we nog thuis waren verloren. Oké, maar in Genk eigenlijk ook. Ik weet wel dat tijdens die match dat ik dacht van, oh, die zijn wel echt goed. En ik heb dat maar een paar keer gehad. Wolfsburg... Dat ook. Ik was echt onder de indruk van Draxler toen. Heel grappig weetje. Dus we hadden bespreking. En soms heeft hij, dat is heel raar, maar hij heeft soms heel rare dingen in de bespreking. Dus dat was niet de eerste keer. Dus we speelden tegen Wolfsburg en hij was gaan kijken. En hij zegt in die bespreking, Wolfsburg gasten, die zijn niet zo goed, ze. En ik had zoiets van, waar wil hij naartoe? Hè? Ja, er zijn maar twee goede spelers, Schule en Draxler. Maar die gaan het verschil ook niet maken. En dan die thuiswedstrijd, die Draxler, die speelt daar iedereen op een hoopje. Die maakte daar die eerste goal, dat was echt... En dan daarna is hij naar PSG gegaan, maar dat was echt waanzin. En dan denkt ook zo van, allee... Zo'n dingen hoeven dat ook jullie zeggen. In Zeen hetzelfde, hè? Van Hulk. Hè? Oh, Hulk is niet zo sterk, man. Eerste actie, boom, twee gasten aan de kant, bats, binnen. En dan denk ik van ja, dan zoekt het een beetje zelf. Hè. Ja, misschien doet hij dat om zo te motiveren. Ja, maar eigenlijk moet ook gewoon de realiteit zien. Iedereen weet Hulk, de beren van de vent, die heel die wedstrijd. Zijn een prime. Goh. Is er dan iemand die ook zo achteraf voor de lol gaat zeggen tegen Hein, zo, ja, Draxler en Schürrle ging nog niet van zo. Nee, op dat moment niet, maar zo in de groep wel zo van, wat zegt dit toch allemaal? Die eerste goal, die zet er 4 man op de vierkante meter gewoon in de zijk, dat je denkt van, wauw. Dat is dan nog het verschil tussen onze topcompetitie en dan nog een grotere competitie. Ja. Ik kan mij ook wel inbeelden dat, nu om terug naar Wolfsburg te gaan, dat dat... ook wel een teleurstelling was om die te loten als je... Ja, je moet een beetje... eigenlijk gewoon niemand op dat moment een Duitse ploeg, omdat de Duitse competitie op dat moment wel ook heel sterk was. Maar langs de andere kant had ik ook zoiets van, we zijn niet kansloos. En dat gevoel hadden dan wel, omdat we dan net die groep hadden, maar ook niet allemaal toppers. Zenit, Valencia en dan Lyon. Iedereen had andere ploegen in hun hoofd, maar door dat hadden we wel het gevoel van, het kan wel een tegen Wolfsburg. Maar dan moeten we wel weer allemaal top zijn, like de voorbije zes matchen. Ja, eigenlijk Wolfsburg was een beetje in de lijn van die andere ploegen. Hè? Ja. Dus, ik vond het ook heel spijtig dat we dan uiteindelijk geen Barcelona, Real Madrid... Maar die thuismatch verliezen... Wacht, we komen eerst 0-3 achter, maar dan nog 2-3. Ja, dan Kums scoort en dan nog iemand. Koulibaly, denk ik. Ja. Als me niet vergis, ja. En dan 1-0 daar verliezen. Ja. In mijn herinnering, maar wat fout is, is zo... Als de Poitre wegging, komt Koulibaly erbij, maar dat is niet waar. Nee, die hebben nog samen gespeeld. Ja, inderdaad. Maar Koulibaly die maakte soms wel echt van die golen. Hij lijkt Konya voor dat je... Of tegen Braga heeft hij ook keer een halve omhaal. Ja, heel rare speler. Zijn een cultspeler. Simpelste ballen. Voor te scoren. Naar ginder of naar ginder. Dat zou je ook. En dan echt de moeilijkste ballen los in de winkelhak trappen. Dat je denkt van, wow, dat was op training ook zo. Ja. Ja. Wat was de beste spits of zotste spits dat je hebt tegen gespeeld? Op training en match dan doodgehouden. Ja, eerst op training. Ja. Training. Ja, dat is de moeilijkste tegenstander. Pedersen. Oh, okay. First touch. Waanzin. Heel spijtig dat hij zoveel blessures heeft gehad. Hè. Want anders kon hij inderdaad echt... die kan ballen, jongen. Jezus Christus. Ja, op standaard. Niet normaal. Ja. Gewoon die eerste aanname, of als hij moest trappen naar de goal, dat was echt... Wat je lekker zegt, veel blessures. Hè. Heel jammer. Ik besef nu net, we hebben Sclessin wel iets van trappen vanaf de midlijn. Ja, of dan ook. Ja. Inderdaad. Maar ook die ene goal van Kums. Ik weet een paar seconden. Ja. Dat de Poitre hem aflegt. Dat dan zo op social media, het Kums-shot en al. Ja, dat was natuurlijk... Ja, hoeveel keer is die mop al gemaakt? Maar dat was wel van net buiten de bak. Ja, dat was niet, dat was niet bent, maar het was wel een zotte mop. Moeten we nog naar Sclessin? Ja, we moeten nog even zeggen. Ja. Pedersen heeft ook keer bij Mechelen even gezeten. Hè? Waar hij er toen ook? Was dat dezelfde? Nee. Oké. Okay. Nee, was daarna. En wie is dan de beste spits dat ooit heeft tegengespeeld in een match? Even nadenken. Hè. Dan zijn er wel wat geweest. Hè. Ja, Europees misschien. Ik weet niet. Nu ben ik aan het twijfelen dat hij gespeeld heeft toen tegen mij. Maar ik wou zeggen Mitrovic, maar ik heb er niet tegen gespeeld. Maar dat was wel in datzelfde jaar. Zal ik wat wachtmuziekjes horen? Ik kan er niet op komen direct. Ik zal er zelf op terugkomen. Oké, dat wel. En bij Gent, hadden daar zo van die spelers dat er vaak mee optrok of wat? Met Mili, ja. Mitrovic, ja. Eigenlijk met de Balkan Boys. De Balkan Boys, ja. Die noemen zich ook zelf zo? Of, Ja, nee, maar dat was echt een groepje als ik daaraan kwam. Er waren er wel, denk ik, een stuk of 6. Dus met die mannen ging vooral eerst met Mili en dan daarna kwam dan wel in dat groepje terecht. Maar ook met Fokket, met Kums, zo, met Mat zelfs ook. Dus dat was wel, ik moet zeggen, de eerste 2 jaar, dat was echt een hele fijne groep. Het is niet dat bij Matzels dat uw rivaal is op het veld, dat je daar geen... Ik zat daar ook altijd mee op de camera als wij Europees gingen. Ja. Dus ja, in het begin was dat... Ik zal niet zeggen raar, maar... Ik ken hem dan ook van zijn perioden en Liersen en zo. Die is dan ook eigenlijk een beetje van de Kempen. Ja. Al zegt hij liever dat hij een Antwerpenaar is. Nee, dat was heel fijn, want dan konden we over bepaalde situaties altijd wel babbelen. En, dus ja. Nee, ik zei die zeker niet. Met Brian had ik dat wel. Oké. Maar die creëerde dat ook zelf. Hoe creëerde je dat dan? Ja, zo... door niet trash takken, maar zo op een bepaalde manier wel antwoorden als je iets zei. Of zo niet ondermijnen, maar zo... Dus een bepaalde ondertoon. Zo. Ja, ondertoon of zo. Als scherp reageren eens een keer. Ja. Maar daarna zijn we wel heel goed naar elkaar toegegroeid. Wow. Maar die doet het ook goed hè, in Antwerpen. Dus een heel toffe gast wel. Oké. We zullen het even over keepers hebben. Wie vind jij de beste keeper van de Pro League op dit moment? En waarom? Dan moet ik voor Warleson gaan. Ja. Toch? Verrassing. Inderdaad. Boah, ik zou dat ook zeggen. Ah, oké. Ik had het sarcasme niet door. Nee, ja, inderdaad. Nee, ik snap het wel, ja. Ik denk dat wel wijd. Gewoon omdat over het hele seizoen gezien die bijna geen fouten maakt, veel punten pakt. Zwaar. Als ik dan na nieuwjaar moet kijken, dan zou ik ook wel durven zeggen Gaëtan Koeken dan. Want die speelde waanzinnig najaar. Ja. Die heeft echt heel veel stappen gezet. En voor de rest, ja, bij Brugge, Mignolet ook niet altijd. Ja, Jakker speelt nu op de laatste. Schmeichel na het nieuwjaar ook wel stijgende lijn. Maar ja, nee, dat zou ik echt voor Warleson durven zeggen. Gewoon over heel het seizoen gezien, gewoon echt. Snap ik wel. Ja. Ja. En die is bij ons komen testen en ze hebben die doorgestuurd. Ah, nee. Ik was toen op dat moment eerste keeper. En hij kwam testen. En dan hebben ze gezegd van... ja, bedoel bij Gent? Nee, bij Mechelen. Je dacht, ik heb chance. Nee, ik zeg wel dat hij iets kon. Maar op dat moment hadden ze ook niemand echt nodig. En bij Gent, want we zitten zo met 3 keepers die zo aan de weegschaal liggen. Wie zou je kiezen? We hebben Roef, Nardi en Roef. Ja. Roef is goed, hè? Oké, maar omdat veel uitgaat. Die heeft de perceptie tegen hoe dat die daar staat. Moest hij een uitstraling hebben van Maarten van der Voort of iemand anders, dan zou die, of Bollat, dan zou dat helemaal anders zijn. Dat is wel waar. Ja. Hij ziet er misschien, dat is misschien grof gezegd of zo, maar zo'n beetje een grijze muis of zo. Omdat hij zo niet te veel opvalt, zo een beetje stil misschien. En langs de ene kant is dat zijn kwaliteit, maar langs de andere kant ook zijn... Denkt u dat dat zich soms zo afdraagt op de verdedigers voor hem ook? Nee. Maar die heeft wel heel veel metiers. Die heeft echt heel veel ervaring voor zijn leeftijd. Ja. En echt, toen we op Gent waren, nu in de play-offs, had ik hem echt in de oog voor de opwarming. Want dat kijk ik wel af en toe, omdat dat dan ook wel gaat. Maar die is echt heel compleet eigenlijk, vind ik. En wat mij wel is opgevallen, is dat hij nog meer vraagt nu van zijn keepers dan toen. En dat is gekomen als hij na extra time over BT. En dan heb ik die switch gezien in Gent. Dat keepers veel meer moeten anticiperen. En daaruit Smit het heel moeilijk mee gaat. Ja. En daar is hij zijn basisplaats ook kwijtgeraakt. Het was ook wel een kutperiode, hè? Alleen ja, dat alles een beetje tegen. Ja, alles zat ook tegen. Maar die goal tegen Standaard, met Jeboa plaatste, dat hij daar niemand laat staan. Dat is puur alleen omdat de trainer vroeg... Hij wil anticiperen. Hij wil anticiperen en hij ziet van, ik kom er niet. En als je daar niet komt, of je staat dan niet juist, dan staat er niemand land en dan zijn ze geschaakt. Dat was met goede bedoelingen, maar... En ik zie nu daar hoe dat veel doet. Ik vind het toch verrassend. Komen en zo. Ja, het is mij opgevallen. Die ene centrum in Mechelen, dat hij daar al duikend... dat deed hij vroeger niet. Daar ben ik 100% zeker van. Ja, inderdaad. Er is veel uitgekomen. Veel ballen geplukt van het Kono-vrijtrap. Dat is mij ook opgevallen. Hij speelt veel meer mee. Ja. Ik vind het verrassend dat hij zo snel Roef zegt. Nardi vind ik ook wel echt een goeie. Maar dat is meer. Dat is niet, ik vind geen slechte keeper, hè, Nardi. Maar wat ik nog wel gezegd, hij heeft zo meer die ultieme redding, denk ik. Maar heb ik dat gezegd, Roef is wel heel compleet. En ook heel constant. Nardi ook. Ik denk niet dat hij een minder periode had, maar ja, nee. Voor mij Roef, ik zou zeggen. Hij heeft ook zijn penalty-reputatie mee. Hij heeft nu exact 1 op 3. Maar dat is door Frankie. Dat je even heel duidelijk maakt, dat is door Frankie. Frankie is de grote penalty-specialist. Ja. Nee. Dat is waanzin. Ja? Dat is ongezien. En hoe bedoel je dan? Want dat hij weet welke... Qua voorbereiding, maar ook gewoon weten, hij gaat hem daar trappen. 9 van de 10 is gewoon juist. Hè. Kan er dus wel ene bij zijn dat hij zegt van hij gaat hem daar trappen en trapt hem toch aan de andere kant. Maar bijna 9, pakt 8 van de 10 is gewoon juist. Dus hij zegt dat gewoon tegen Roef. Het is niet dat er een soort van training achter zit. Voor de wedstrijd pakt hij zijn laptop en dan gaat hij met alle 3 de keepers overloopt hij dat. En dat is gewoon... dat is gewoon niet normaal. Maar die was ook een penalty-specialist. En moest Kroen. Hoeveel dat hij daar heeft gepakt, je moet dat maar eens opzoeken. Dat is echt waanzin. Hoe is die van persoonlijkheid? Want die zit al... Ik denk dat dat de enigste keepertrainer is die jij hebt gehad bij Gent. Ja. Toch? Die zit er al de hele tijd. Ja, goed. Die heeft mij een beetje ondersteund in die eerste moeilijke 6 maanden. Want er was dan wel wat kritiek van sommige mensen. Maar hij is dan wel altijd mij blijven geloven en hij is dan ook heel direct en hij zegt van ja Janne, kijk, je moet je niveau naar boven tillen. En hoe dat je dat doet, dat ga je zelf moeten uitzoeken, maar ik kan niet blijven. En dan zag hij wel dat ik stappen aan het zetten was en dat beter en beter en beter ging. En ik heb heel veel aan die man te danken. Ik had daar een heel goede band mee. Ik vind haar ook een hele grappige mens. Ja, ken ik eens in Rome, aan de Trevi Fontein. Ja. Wat is dit voor anekdote? Maar dat was door de match, hè? De AS Roma-Gent. Ah, ja, oké. Okay. Ja, niet random in Rome, hè? Ja. Nee, ik dacht inderdaad zo. De meneer was op vakantie in Rome en ineens... Ik kan daar een keer zien, samen met Peter Ballet was er ook bij. Hij had de foto's, hè? Van de... Ik ken een foto van ons erbij. Een hele fijne mens. Een hele vriendelijke, grappige mens, inderdaad. Ja. Ja. Maar over die penalties ging ik ook nog vragen. Stel dat er... zaterdag penalties kwamen, op welke manier hebt u daarop voorbereid? Of had u daar zelf op voorbereid? Ja, dat is een beetje... Iedereen doet dat... Ik denk dat iedereen dat wel doet. Hè. Zo de keeperstrainers dan... Van kijk, dat zijn de potentiële trappers. De laatste penalties laten ze dan zien. En dan heeft iedereen een beetje, volgt iedereen een beetje zijn eigen gevoel. Ik denk dat Frankie gewoon op een ander niveau zit op dat gebied van... Qua voorbereiding... Die kijkt ook naar details. Ik ga daar ook niet te veel over zeggen, want ik wil hem ook niet... het geheim niet ontdoen. Ja, hij is de enige die dat weet, hè, hoe dat... Maar je hoort dan zo wel tussen de lijnen van oké, zo ontleed je dat en daar kijkt hij daar. Is dat dan echt voor details, bijvoorbeeld die speler... als hij naar beneden naar de bal kijkt, gaat hij zeker naar rechts trappen. Of als hij naar de goal kijkt, trapt hij naar links of zo. Dat soort dingen. Ja, zo. Hey, dat is een voorbeeld. Ja. We zitten in de goede richting. Ja, vlak ik. Okay. Ze moesten wel beter keepers zijn. Nice. Ja, moeten wij nog een man van de match kiezen? Voor, ja, eigenlijk, ja. Altijd niet voor de match, ja. Want jij zei voor de opname dat je zeker wist wie je ging kiezen als man van de match. Ja. Het is Soudani. Wat een voetballer. Ja, want vorige week nog over had dat hij te veel kritiek zou krijgen, of niet? Ja. Maar ja, hij bewijst toch weer... weer zijn goaltje mee. Ja, want dat is wel in het stadion in Gent merk ik dat heel snel, dat supporters heel snel neuten op die Soudani als hij een keer een bal kwijt is. Of, ik heb dan ook een idee waarom, maar... En ik vind ook dat dat, als ik dat mag zeggen, op een heel nederige manier, dat is zijn werkpunt nog. Maar die kan gewoon echt zo voetballen. Ja, natuurlijk. Ja. Op een gegeven moment in de wedstrijd, we trappen de bal buiten en ze geven die terug. En Tonariga die trapt die bal lang, maar die komt niet aan. En die loopt naar die bal en op een heel speelse manier. Die pakt die daar in de volley, bam! Met zijn rug zo helemaal gedraaid. En die pakt die en die speelt die perfect naar mij. En ik pak die bal op en ik denk, is dit nu echt gebeurd? Moet dat... 10 andere spelers doen, hè? Die rateren die bal naar ginder of naar buiten of die shotten die gewoon binnen. Hè? Dat was gewoon puur. Tweede helft ook, een lange bal van achteren. Volle man in de rug, die pakt die gewoon in één tijd mee naar de goal. Dat ik denk van, wow. Technisch is het geweldig. Hè? Dat klopt. Zijn eerste werkpunt is efficiëntie. Ja. Ja, er waren 2-3 fases in de eerste helft dat ik dacht, die gaat nu trappen. En dan speelt hij hem breed. En als hij daar de klik maakt, even te geschotten, hè, dan gaat hij dubbele cijfers trekken. Ja, inderdaad, dat is net het verschil tussen wat hij haalt en topschutter eventueel van de competitie. Ja. Want dan bij die derde goal doet hij dat wel goed. Wacht hij, kapt die, shot hij. Hij is binnen. Dat is ook, als hij niet vergis, niet zo'n heel harde trap of zo, maar goed geplaatst. Ja, klopt. Hij doet dat meestal zo. Ja. Hij heeft ook zo zijn typische goal wel, maar we hebben het daar al een paar keer over gehad, dat hij zo van op links komt en dan zo 1 korte kap en dan korte hoek vaak. Herinneren jullie dat niet? Nee. Je moet een keer gewoon zijn golen opzoeken, dus heel vaak dat zo korte kap, eerste hoek. Lijkt Mbappé eigenlijk, dat is ook zoals hij moet. Ja, ik heb geen PSG, dus geen idee. Maar, ja, maar ik vind die kritiek vaak ook echt overdreven. Ja, het komt zo net iets te snel of zo. Wat dat mij wel opvalt... Hij heeft zijn reputatie van goede voetballer, verdient veel geld. En dan heeft hij al 20 keer momenten dat hij een keer toch net iets te veel ballen verliest of zo. En dan zijn er heel veel mensen die gewoon heel snel beginnen daar. Oh, dat is wel feit. Want die werkt wel heel hard, hè? Dat inderdaad. Ja. De statistiek, echt niks van zeggen, in welke mate dat die statistieken waardevol zijn, maar het kwam op dat hij de meeste topsprints had, 22 of zoiets, had ik gelezen. Ik had hier nog genoteerd. Omdat die perceptie inderdaad misschien daar tegen zit. Ook omdat hij heeft wel soms dat hij als bal kwijt of een actie gaat niet, dat hij... Dan klaagt hij snel. Dan klaagt hij soms wel. Dat zal daar ook wel wat in meespelen. Ja. Maar ik denk dat... Je ziet dat wel vaker, dat er geneut wordt tegen elkaar op het plein. Dus. Ja, dat is op zich wel een teken dat hij er echt wel voor wilt gaan. En dat, Ik denk als je een bal verliest en je denkt van, spijt, en stapt gewoon terug, dan denk ik dat ook wel iets scheelt, denk ik niet. Als het dan echt zo vies wordt, en dan, dan denk je van, je voelt wel iets voor en je wilt het goed doen. Dat was ook nog als met een goede mentaliteit. Ook. Als hij geblesseerd was, is hij ook zo gelijk naar die... echt hard gewerkt om terug te komen. Ja, het is heel spijtig dat hij naar die zeer zware blessure heeft gehad. Ja. Zo, dat was in het begin van het seizoen. Ik denk dat dat de eerste keer was, of een van de eerste keer dat hij opkwam en dat echt zo Kuipers die Soudali was. Want dat was denk ik want Kuipers is gekomen in de zomer. Ja. Begin van het seizoen, de eerste keer zo tezamen. En ik was echt excited voor die samen te zien. En dan blesseert hij hem daar. Thuis tegen Sint-Truiden, denk ik. Zo de tweede match van het seizoen. En dan heel het seizoen oud. Ja, heel spijtig. Hij speelt ook anders sindsdien. Een beetje. Allee, hij gaat eigenlijk iets minder zo die pure dribbel aan. Die pure 1-op-1, ik heb dat denk ik vorige week ook gezegd. Het is iets anders als in... Hij doet iets meer met zo van die korte tikjes. In tijd dat hij zo een man mee uitschakelt of zo. Dan echt zo de pure dribbel. Ja, maar zelf, bijvoorbeeld als er dan... Zoals ik zei, iets fout gaat in de match en dat publiek zit daar direct op de neut. En dat vind ik zeer spijtig, want het is net die onvoorspelbaarheid die dat hij heeft. Dat spannend en leuk maakt om naar te kijken. Ja, dat is waar. Want ik denk ook, er zijn niet echt vergelijkbare profielen met hem misschien. Nee. Ik denk dat hij wel best uniek is op de velden. Dat hij, zo dat straatvoetballer in hem, hè. Ja. Zo dat, die korte draaibewegingjes, dat hij inderdaad zo dingen doet. En je denkt van, nu heet met een verdediger die... En die schoen weg. Inderdaad. En je denkt dat, niet doen! Ik denk, een keer dat hij zo'n verdediger voorbij is en... Ik kom op je afloop en je denkt van welke kant uit de trap precies of onvoorspelbaar. Ik blijf gewoon staan, joh. Het eerste wat ik denk is die mag mij niet lobben. Dat is het enige. Dat durft hij doen. Heb je nog herinneringen over Hein trouwens? Want ik denk dat dat wel iemand is dat veel mensen wel over willen weten. Eigenlijk, ik denk dat hij een beetje soms dingen speelt. Hij niet speelt zo. Bijvoorbeeld, wat je dan ook zag met Goudot zijn interview, van dat hij heel veel contact heeft nu met Hein nadat hij vertrokken is. Dat had ik ook. Dus als ik daar speelde, praatte hij eigenlijk bijna niet. En dan ook vaak in de media heel hard voor zijn spelers of voor zijn team. En dan als je daar vertrekt, dan is dat een hele warme mens. Mijn contact nu met Hein is beter dan als ik speelde onder hem. Ook als we nu elkaar zien na de wedstrijd en zo, of voor de wedstrijd, dan is dat echt heel gezellig. Ja, ik heb dat ook al gezien. Eigenlijk is dat een hele warme mens. Ja. Maar ik denk, op de voetbal wil hij dat... Misschien zo afschermen, een muur maken. Want hij heeft een heel dik vel, hè. Hij kan heel veel verdragen. En, dat denk ik want hij krijgt soms... Nu vind ik dat hij meer appreciatie krijgt, omdat hij eerlijk is, maar hij zoekt het ook vaak op. Ja, naar de pers toe. Met de krant. Ik denk dat dat ook ergens is om een bepaalde druk naar hem toe te brengen en dat zijn groep een bepaalde vrijheid zou krijgen. Om zijn groep wat te beschermen. Ik merk dat ook wel. Maar soms vraag ik mij ook inderdaad af of dat hij zo... Acteren wil ik dat niet noemen, maar zo dat moment daar in Westerlo, dat die supporters die zakdoekjes hadden, dat hij het zo gezegd niet gezien had. Ja. Ik denk, je ziet alles. Je ziet alles. Hij de alziende. Ook heel slimme mensen, hè. Heel slim. Zeker. Die weet echt veel. Hè. En die weet van alles iets. En Dan krijg je ook zo die grappige dings. Ik weet nog, eerste jaar gingen we teambuilding sushi maken. En hij ging vertellen tegen die man hoe dat we sushi moesten maken. Dan denk ik van, maat. En bij sommige spelers is dat heel grappig en anderen storen daaraan. Hè? Omdat je dan, ja, dat je dan ook op het veld hebt. En dan, ja, dan is dat wel, hey, dat is wel gierig. Oh, kan me voorstellen. Allee, titel van de aflevering, Hein de Sushi Man. Ja, zal er blij mee zijn. Oh, mooi. Ja, ik heb nog een vraagje. Als je één ding zou kunnen veranderen aan uzelf om u nog een betere keeper te maken, wat zou je dan kiezen? Misschien iets meer ijskonijn zijn. Minder emoties. Ah ja, oké. Okay. Ja. Ik ben nog wel best een heel emotionele speler. Ook gewoon in mijn dagelijks leven. Ik ben eigenlijk een heel open boek. Dus als ik heel blij ben, dan ga je dat zien. En ben ook meestal ook gewoon altijd heel goed gezind. Maar als dan echt iets is wat mij niet aanstaat, dan kunnen we dat ook gewoon direct zien. Ja, ja. En ik denk dat dat een beetje mij heeft doodgedaan in Gent. Ah, okay. Ja, dat bepaalde mensen van bovenaf daar het heel moeilijk mee hadden. Ja. Want ik kan fout zijn, en corrigeer me dan, maar uw vertrek bij Gent was dat je in het seizoen dat... tweede seizoen van Torp, ja. Dat je dan wordt verwezen naar de B-kern en dan weggaat. Ik heb wel het gevoel dat bij andere spelers soms ook, dat, en ik heb dat hier ook al gezegd, dat ik soms vind dat Gent niet goed is in het afscheid nemen van spelers. Ja. Maar ik mijn Azari, dat was ook een legende van de club. En de Jager is toch ook een keer naar de B-kern gestuurd en zo. Toch ook. Was het hetzelfde seizoen niet zeker? Van net toen dat erop. Nee, Limbombe is met u samen naar de. Ja, Limbombe. Ja. Mm-hmm. Ah ja, oké, maar de Jager was ook naar de B-kern, dat was dan een ander seizoen. Ja, ah, ja dat kan. Dat is inderdaad wel waar. Het afscheid van spelers, het dik was heel. Dat is heel cool, zeg maar. Ja. Mm-hmm. Mogen we vragen waarom dat het naar de B-kern zijn gestuurd? Een uitleg heb ik niet gehad, maar ik voelde het wel aankomen. Omdat, ik speel voor nieuwjaar. We hebben stage. Kaminski komt thuis. Ik verlies mijn dochter. En dan heb je dan een heel lange periode dat je eigenlijk in een waas, waas leeft. Ja, dus je loopt ook gewoon niet meer elke dag gelukkig rond. Nee, ja, omdat dat heel pijnlijk is. Voetbal is dan gewoon een bijzaak. Ja. Ja. Of zou het dan niet? En toch heeft de voetbal ermee doorgeholpen. Okay. Ik heb echt op de rand van depressie gezeten. Ja. Ja, wat dan heel logisch is. En dan halen we de bekerfinale. En dan de week erop moest ik naar... dus het was gewoon een trainingsdag. En één keer komt de kine naar mij en die zegt van ja, Loas heeft net gebeld. Jij moet naar het stadion gaan. Ik zei oké, dat is goed, ik ga naar het stadion. En ik kom daar binnen en hij zegt van ja, Yannick, je loopt hier niet gelukkig rond. En ik kijk naar hem en ik zeg, dude, zeg je serieus? Dat is echt niet... Zeg je serieus nu? Logisch, en hij kijkt zo naar mij, ik zeg ja, dat is normaal hè. Ik zeg, 2 maanden geleden mijn dochter verloren, dat is normaal dat ik niet elke dag gelukkig rondloop hè. En dan verschoot hij, want hij had dat... En ik denk dat hij dat niet mee had gepakt. Hij weet dat wel, maar in dat gesprek had hij niet verwacht dat het die wending ging nemen. Mm-hmm. Wat dat toch raar is, hè? Als ja. En dan zegt hij van hoe moet dat zeggen? Ja, je bent een open boek, je hebt heel veel... Je bent heel aanwezig in de groep, je hebt er een hele sterke invloed op. En doordat jij vaak soms niet blij rondloopt. Maar hij had het vooral over, want je kunt dat ook relativeren, hij had het vooral over dat ik tweede doelman was. Ik wil elke wedstrijd spelen, ik train ook om elke wedstrijd te spelen. En voor de winterstop was ik eerste doelman en Thomas kwam en ik had zoiets van, ja, hij moet het ook maar laten zien. En ik vond niet in de trainingen dat hij er bovenuit steekt, zoals hij er nu bovenuit steekt bij Luton. Ja. Wat ook kan, hè. Dat is, op dat moment, ik was dan ook maar 28, hij was dan ook nog wat jonger, dus hij had ook nog niet die dingen die hij nu eet. En dan was dat dan ook nog eens wisselen met Colin, dan 2 weken in de tribune, 2 weken op de bank. Dat was, op dat moment was dat één grote soep voor mij. Die periode, dat was geen fijn gegeven. Ja. Dus ja, je loopt daar ook niet rond, je blijft rond. En hij zegt van ja, dat moet wel veranderen. Hij zei, want we willen wel een positieve flow in de groep houden. En zeker nu naar de bekerfinale toe, want op dat moment spelen we ook een heel slechte play-off. Mm-hmm. Dus we moeten zien dat we wel klaar zijn voor die beker. En dan zei hij van, we zullen na de beker dan nog wel eens een keer babbelen. Maar dat gesprek is er nooit niet gekomen geweest. En ik denk dat ze toen hebben gewoon gezegd van, kijk, het is te moeilijk om... De hele week is hij blij en dan 2 of 3 dagen is hij niet blij en dan kan dat wel... Ja. No. Ik bedoel, dat was toch ook bekend, denk ik, bij de spelersgroep, wat hij had meegemaakt. Dus ja. Moet dat, ja. Maar, ook, maar ook, ik had een heel goede band met iedereen. Hè. Ah, voilà, ja. Want Frankie, Peter, iedereen zei op dat moment van ja, jij bent een leider in de groep. Jij zorgt dat iedereen altijd zijn ding doet, dat iedereen zijn eigen goed voelt. Ook die nieuwe gasten die er dan altijd bij kwamen, een keer eens met die man iets gaan eten in de stad, wat dingen laten zien en zo. Dus op zich kijk ik met iedereen een hele goede band. We hadden op dat moment ook een heel toffe ruggengraat met Timothy de Rijk, Bergen Verstraeten, Brecht. Dat was een hele fijne groep. Er waren geen problemen. Ik denk dat zij gewoon iets zochten om... Ja. En dan de dag voordat de voorbereiding begint, krijg ik telefoon van Gunther. En ik vond dat wel jammer dat Frankie dan niet naar mij persoonlijk belde of Torp op dat moment. Maar dan hoor ik dan achteraf, als ik die mannen dan zag, van ja, we mochten niet. We mochten geen contact opnemen met u. Dat kan jammer. Want Frankie heeft nog heel veel gestuurd daarna. Als ik naar Mechelen ging, van ja, hadden gebleven, dan hadden we nu heel veel gespeeld. Ja. Dat is toch weer... Zo'n wrang verhaal. Dat bevestigt een beetje wat die persconferentie was ook mooi, hè. Dus dan is het persconferentie en Ivan zegt op dat moment van we gaan opener communiceren naar jullie toe. En dan vraagt een reporter en waarom worden Stallone, Yannick, Schoofs en dan was er denk ik nog iemand, maar ik ben even kwijt wie, naar de B-kern gestuurd. Daar gaan we niet over communiceren. Wauw. Ja, snapte? Ja. Hey, dat is allemaal zo... Ja, dat ja, het is... Ik vind als je zo'n dingen doet, moet je daar ook open in zijn. Ja, ik vind ook, zoals bij Azare, die hadden echt een groot afscheid kunnen krijgen. Maar dat is ook nooit echt gekomen. Neto ook, Brecht ook. Hey, dat zijn gasten die echt iets betekend hebben voor de club. Maar ja, dat is al altijd wel iets... Hey, je hebt altijd 2 kanten van het verhaal. Hè. Ik heb daar dan wel eens... En dat bedoel ik dan ook van gewoon cool te blijven en daar... Ik heb dan ook wel achteraf eens een interview gegeven en is mijn modder gegooid naar Loagie. Ja. Maar oké, ja, die moet zijn job ook doen. Of dat hij dat goed doet of niet, dat laat ik in het midden. Iedereen heeft zijn eigen mening daarover. Ja, ik denk. Hij doet ook wel heel veel goede dingen. Hè? Ja, hij heeft zeker goede dingen gedaan. Er zullen sowieso dingen zijn die beter kunnen dan. Ja. Ook dat, maar ook gewoon dat ook dat soort gespeeld is. Bepaalde dingen worden gespeeld naar de buitenwereld toe, maar zijn heel anders binnenskamers. Maar ik weet wel nog, op het moment dat dat bekend geraakt werd, dat je dan ging vertrekken bij de club, op het moment dat bekend werd dat je naar de BKN ging, toen vond ik dat wel echt spijtig eigenlijk. Want ik zou je wel graag spelen bij Gent. Want ik dacht ook van, eigenlijk... Ik had het gevoel dat hij wat underrated was of zo. Dat gevoel had ik wel. Ja. Dat hij echt wel meer kon betekenen. Ik kan mij inbeelden dat als bij een tweede doelman dat er soms... Je krijgt aan je kans en ik had nooit het gevoel dat jij dan er niet stond of zo. Als ik daar zo over terugdenk, alle wedstrijden die ik heb gespeeld waren altijd... in een periode dat moeilijk was voor de club. Ja. Dus bijvoorbeeld de eerste Westerlo en Standaard krijgen we daar op ons doos Europees tegen Shakhtar. Er wordt heel veel getwijfeld. Ik speel dan een paar wedstrijden, ik word dan teruggewisseld. Daarna blessure van Kalinic. Net hetzelfde op dat moment, geen goede periode. Dan de tweede keer was nog erger, want dan werd Yves ontslagen. En kwam Torp zijn eerste 3 weken. We pakken 9 op 9. En ik dacht toen op dat moment, nu ben ik vertrokken. Ja. We pakken 9 op 9. We spelen goed. We zijn vertrokken. En gaan we er niet uitzetten. Kominski kwam dan later? Nee, dat was nog met Kalinic. En dan kwam Kalinic terug. Ah ja, oké. Okay. Ja. En ik weet nog goed, hij maakte zijn ploeg bekend. En hij ging stilstaande fases doen. En dan kwamen er 3 of 4 gasten naar mij. Ah, dit is niet normaal, Jannik. Dit kan echt niet. Jij moet spelen. Ja. We pakken 9 op 9. 3 clean sheets, denk ik, op dat moment. Inderdaad, wat kun je nog meer doen? Ja, wat kunnen we dan nog meer doen? En dan verliezen we die wedstrijd tegen Moeskroen met 2-3. 3-2 was in Moeskroen. Ja, inderdaad. En dan zo nog wel een paar keren wat we wedstrijden mogen spelen, nooit teleurgesteld. En dan denk je van, allee man, wat moet ik nog doen om iemand hier te overtuigen? Alleen maar positieve dingen van de technische staf, ook naar de buitenwereld toe. En dan, ja, gebotst tegen een muur en dan... komt er dan wel eens een keer een interview en dan, ja, dan houdt je ook geen blad meer voor de mond. Hè. Dan zeg je gewoon van, kijk, het is dat of niks. Ja. Dacht je dat Frankie van den Driessen dan zo dezelfde mening had als u, maar dat het dan de coach was die de beslissing maakte? Ik denk zelfs niet de coach. Nee, daar heb ik ook een beetje het verhaal dat van afscheid. Dat zou nog straffer zijn. Daarvoor gewoon sportieve keuzes. Ja. Want er gaat veel veranderen in Gent. Die gaat heel veel veranderen. Die gaat... Louagie blijft dan wel zo. Allee, dat ja, die blijft. Maar die gaat dan een andere, die gaat een andere functie krijgen. Een beetje, ja. En ze houden het goed stil. Hè. Ik denk dat ik nu zelfs iets te veel zeg. Maar, maar op zich maakt dat niet uit voor mij, want ik speel niet meer bij Gent. Dus ik heb al wat dingen opgevangen. Er gaat wel wat veranderen. Ja. Oké, we zullen het zien. We hebben veel om over te babbelen volgend seizoen. Dus spannend. Sowieso. Dus nee, ik denk dat toen wel dingen van bovenaf werden naar beneden geduwd. Minder in de periode met Hein, want Hein is een heel sterke man. Die durft ook gewoon tegen die twee terugkletsen. Denk ik ook. Hè? En dan heb je daar anderen daarna gehad die dat misschien niet konden, omwille dat ze dan nog niet hadden bereikt wat hij had bereikt. En dan hebben ze denk ik van boven wel veel naar beneden geduwd. Dat is eigenlijk, ik vind dat echt straf, dat zo een keeperskeuze, dat gewoon... Ja. Ja. Ja, maar op een of andere manier... Niet zo, want als Frankie zegt van kijk, die moet spelen, dan zal dat wel, maar dan gaan ze wel achteraf misschien de volle lading krijgen, snapte? Ja. Dus het is... Gent heeft echt zoveel mogelijkheden, zoveel potentieel om misschien wel de grootste club van het land te worden. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat die veranderingen die er gaan komen, als ik dat zo hoor, als dat waar is, hoe dat dan gaat shiften. Ja. Oh. Oké. Ja, even over iets anders dan. Spannend. Het is inderdaad heel spannend. Ik had nog 1 vraagje opgeschreven. Wat is het luiste stadion in België? Of, als je het anders kunt interpreteren, waar wordt zo wat meeste verwijtend naar keepers gegooid? Achter welke spionkop? Oh, dat was sorry dat ik nu... Maar er was zo'n beeld van ergens in Eupen, denk ik. Waar dat, het was nu niet per se een keeper, maar de bal over de zijlijn. En ik weet niet, de verdediger gaat die bal aan of de keeper, maakt nu niet uit. En er waren echt zo... 3 7-jarigen die dat daar zaten te schreeuwen naar die... Ik dacht, man, wat een opvoeding of zo. Ik dacht, hoe kan dit? Dat er zo echt verwijten waarschijnlijk worden geschreeuwd. Maar ja, dat gebeurt waarschijnlijk meer dan... By the way, Eupen heeft tegenwoordig ook ultras blijkbaar. Nou, niet veel. Evenveel als Deinze. Ik denk, Antwerpen, vind ik wel. Charleroi, vind ik ook. Ja. Maar zeker als keeper. Standaard. Dan. Ja. In Standaard. Oh. Ja. Daar het meest. Ja. Denk ik ook wel. Dat is next level. Ja. Ik blijf dat spijtig vinden dat Standaard niet zo... Allee, een competitie met een goed standaard is veel leuker. En toch blijft dat straf dat die supporters blijven komen en zo hard blijven steunen in die moeilijke tijden nu. Maar, dat is bij Gent soms een beetje anders. Ja, inderdaad. Maar bij Standaard, zijn er dan specifieke dingen dat er naar u wordt... Of vooral in het Frans, hè. Ja. De helft, ja, dat hoorde niet. Of denk je van, wat zit je net tegen mij? Ja. Maar ja, daar vind ik wel dat dat wel echt... Had je nooit gedacht, als ze zoiets hoorden en dacht van dit is erover, dat als je een keer omdraait en je denkt van, allee, wat scheelt er? Dan ik denk dat ik dat wel eens één keer heb gehad, hè? Maar ik weet niet meer in welk stadion. Dat ik echt woorden had met een supporter. Dat ik dacht van, wauw. Ja. Rustig. Het erg is dat die supporter dan op dat moment denkt dat hij... Oh, het werkt, of het is goed bezig. Of ik ben goed bezig. Ik zit in zijn hoofd. Ja, voilà, inderdaad. Ja, ik denk dat dat zelfs Standaard was. Het was een Vlaming, want het gehoorde trekt aan zijn accent. En ik dacht van, maat, wat zijn problemen? Maar dat is wel spelers. In Leuven, nu in de play-offs, heb ik ook ruzie gehad met de sporter. Leuven, ja. Oh. Want die scoren 2-2 en de ene keer klopt er iemand op de dugout. En ik dacht, oh, wat is dat probleem? Ik zeg, hey, rustig juist, maar play-off 2, hè. Wauw, hier, joh, nu dat je zegt, 2 kerren, losers. En ik zeg, kom eens aan de balustrade staan en ze zullen wel zien. En die kwam echt zo, kom hier, en ik wilde die pakken en niemand hield me tegen. Ja. Dat was wel de moeite, hè. Ja, over kloppen op een de hout heb ik nu ineens zo die herinnering aan die match op Antwerp. Antwerp-Gent, dat ineens zo een mega doffe hoort. Ja. Heel die de hout gaan flarden. Brugge is ook wel heel erg. Ja, Brugge. Ho. Brugge, ja, okay. Als je als Gent-speler naar Brugge gaat, dat kan ik voorstellen. Dan denk als ik moet kiezen, dan is Brugge toch nog wel... Ja, okay. Omdat die hoofdtribune, dat is ook gewoon volk, hè. Dat is niet... Je hebt in elk stadion een hoofdtribune, dat zijn allemaal... Chique mensen. Chique mensen. VIP's, ja, dat Brugge niet. Daar. Ja. Zijn dezelfde mensen achter de goal. Ja. En als Gent-speler is dat echt... Als je dan rechts staat en je draait de weg om, staat dat iemand erop... Oh, god, ze te gaan, jongen. Hij dan best dat wel Brugs accent aan. Ja. En gewoon gehoord. Heel Brugs accent, dat is wel dat we wilden horen. Hè. Ja, dat is wel bij Gent. Allee, hoe storend is die een gracht voor de beleving? Ja, eigenlijk, ja. Want voor ons supporters is dat verschrikkelijk ambetant. Maar ja, ik snap het wel. Langs de ene kant is dat wel goed gemaakt. Als er dan iets gebeurt of wel, dan kunnen we gewoon echt direct met een ambulance. Dat wel, of dat kunnen we dat wel direct regelen. Want ik weet, na Champions League jaar kwam er redelijk wat geld binnen voor de club. En dan hadden ze het idee om het gewoon door te trekken. De tribune. Dus dat er 5000 extra plaatsen waren. Ja. Waar dat de gracht is dan, om dat zo door te trekken, maar dan wel die catacomben eronder wel te behouden. Ja, maar dan kwam dat niet, en dan nog eens niet, en dan is dat denk ik van tafel gegooid, denk ik. Ja, want wij hebben die foto's gezien, hoe dat ze het wilden doen. Ja, en dan was dat wel echt, dan hadden precies echt zo'n Engelse... Dat droom ik echt van. Ja, dat spijt je. Mag ik je vragen achter die foto's als we naar de Planet Group zitten? Ik denk dat die er wel zijn geweest, want ik kan me dat nog wel echt inbeelden dat ze dat echt lieten zien. En dacht van, wow. Zo gaat dat zo dat West Ham gevoel had ik zo. Alleen bij West Ham zijn ze nog ver van het veld. Ja. Dus je moet dan dat kunstgras dan zo doortrekken tot daar ongeveer. Ja. Zo dat gevoel hadden ze precies. Ja. Dat zou inderdaad wel cool. Maar dus zijn, maar in de beleving zelf, als je daar staat, merk je dat de sfeer minder tot bij u komt of zo? Of zijt je op een match daar niet echt mee bezig? Nee, niet echt mee bezig, maar ik moet zeggen, die 4 jaar dat ik in Gent was, dat waren 4 topjaren, dat was elke week ambiance. Ik kwam keiveel volk kijken, er was nooit negativiteit, of toch bijna nooit niet. Ja, was ook altijd full house. Dus, en daarna is dat geminderd, vond ik. Ja, en dan klopt. Zie je wel af en toe, dus als ik dan een match van Gent kijk, heel veel lege plekken. En dan denk ik van, allee, maat. Je ziet de K en de... Ja, maar zeker, dat zijn zo die vakken. Ja, zeker zo die vakken naar dat uitvak zijn vaak heel leeg. Ja. Ja, dat vind ik altijd... De eerste 2-3 jaar die waren echt top. elke week, om de 2 weken, full house. Mm-hmm, ja. Veel sfeer. Ook van beide kanten. Ja. Dat ze dan naar elkaar begonnen te zingen en zo. Mm-hmm. Mexican Wave. Ja. Mm-hmm. Ja, inderdaad. Yes. Maar dat is ook zo wat sinds corona, denk ik, echt verminderd. Er zijn dat een paar, publiek. Ik weet niet wat dat de regelingen daar waren, maar ik weet wel dat het vaak naar boven komt dat er mensen daar teleurgesteld. Ze hebben hun geld of zo niet teruggekregen. Ja, of gedeeltelijk maar. Ja, het was zo'n heel vage regeling. Ja, en lang moeten wachten, inderdaad. Daar gewoon een paar supporters wel gefrustreerd in zijn en dan niet meer willen terugkomen, wat ik ook wel begrijp op een manier. Ja, dat is waar. Mm-hmm. En dat linkt natuurlijk ook aan sportieve resultaten. Wat we missen al elk jaar, 5 jaar play-off, 4 jaar. Sinds dat corona-jaar, toen waren er geen play-offs, want het is stopgezet, maar vanaf het jaar daarna hebben we nooit play-off 1 gehaald. Oh, 4 jaar. 4 jaar na elkaar play-off 2 gespeeld eigenlijk. Mm-hmm. Zot, hè? Daarvoor was nu, vorig seizoen was het met 4 ploegen en van als het weinig. Maar terwijl nu zo met 6 ploegen, nu zullen we erbij zitten dan 7. Maar terwijl ik dat zeg, je hebt Standaard en bijvoorbeeld. Ik heb het gevoel dat in Mechelen ook wel altijd vol zit. Of? Toch vaak, ja. Alleen voor de topwedstrijden is het echt full house. Mm-hmm. Dan voor de rest hebben wij onze vast publiek, zeg maar. Vast publiek, ja. En dat zijn er heel veel. Ja, dat heb ik ook wel gemerkt. Ik vind ook gewoon een uniek stadion met zijn vorm en altijd wel wijs om naar te kijken. Dat zo naar beneden gaat, dat dak daar. Dat is door mensen die niet willen dat er een bepaald lichtinval was. Voor het kerkhof of zoiets. Ja, voor het kerkhof inderdaad. Ja. Dat was een journalist van Eleven die me dat heeft gezegd, dat dat kerkhof... Dan moest het licht hebben. De mensen die daar eigenaar van zijn van dat mag niet. Dat daar geen zonlicht op komt. Maar is eigenlijk de kerkhof net naast. Ik ben er nooit geweest in Mechelen. Dus. Het is gelijk in, ik weet niet of dat jullie ooit voetbald hebben, maar in Cercle Melle of Tenstar Melle, een van de twee, als ze daar een bal over de goal schubt, ligt hij op een kerkhof. Dus kunnen zo een zerk. Ik weet dat we een keer bijna een zerk. Oh. Maar dat was gewoon omdat dan moet je dan een keer omgaan, Goed, heb je nog een wie is wat kunnen bedenken ondertussen? Ik heb er gisterenavond een bedacht, maar ik had nog 1 vraag. Ja, zeg maar. Vaak heb ik met Cedric, die hier daarnet eens was, als hij die is zelf ook keeper, en als we zo bezig zijn over wie dat hij de beste keeper bij Gent vond, dan kiest hij altijd voor Kalinic. En ik had eerder het gevoel, zelfs, wat was de verschillen tussen die twee? Of, voor mij was ook Mats. De betere doelman. Veel completer. Mm-hmm. Ja, begrijp ik. Ja, ik weet nog wel. Veel completer, ook veel beter met zijn voeten. Ja, ik dan, ik had echt, als die bal naar achter ging bij Kalinic, dacht ik soms. Ja. En Kalinic pakte nooit een penalty, hè? Dat wist ik zelf. Zelfs pakte er wel nog vrij veel, hè? Ja. Lyon tegen Lacazette, zeker? Ja, inderdaad, op het einde. Mm-hmm. Een keer tegen Charleroi, dacht ik thuis. Frankie. Ja. Die trapt hem daar. Ja. Niet te snel vertrekken, die trapt hem daar. Ja inderdaad. Die is zot zekerst. Maar Kalinic had het gevoel dat hij wel zo echt zottere reddingen kon doen. Of zo. Echt zo redding dat je denkt van die bal. Zijn voordeel was zijn lengte. Hè. Zijn lengte, en zijn positiespel. Als je zo daarover nadenkt van... Want ik weet nog, die eerste wedstrijd tegen Kortrijk, 2-2, die pakte daar... In de eerste 20 minuten pakte hij er 4 gemaakte golen. En ik zat daar op de bank, zo, wat is deze? Ik zei, waar hebben ze die gehaald? Maar dan beginnen meer te trainen en dan zie je zo van, hij heeft ook wel zwakke punten. Ja, hij heeft ook zwakke punten van, daar was Mats veel beter in. Ja. Hij maakte heel veel goed met zijn lengte. Hè. Was echt een gigantische mens. Sowieso. 2,1 meter, dacht ik. Ja, die zijn wingspan is echt... ik weet dat er een match was thuis tegen Club Brugge. Ik denk... dat hij daar een paar ballen van Lex Immers, of hoe noemde die, Hollander daar, er waren daar een paar kansen dat hij inderdaad, wie weet ben ik fout, hè, maar dat hij hem zo spreidde en ik dacht, die heeft bijna de helft van die goal, gewoon door hem te spreiden. Dat was echt gek. Was volgens mij die 1-0 match in het begin van de play-offs, dat we rode kaart krijgen en dan voor de rest van de match gewoon nog... Dat Gent rood krijgt. Ja. City als ik me niet vergis, maar het kan verkeerd zijn. Ja. En dat we nog 1-0 winnen door een goal helemaal in het begin van Kalou, dacht ik. Zo'n penalty? Nee, Kalou trapt tegen penalties. Inderdaad. Het is gewoon omdat je hebt op een andere match. Tegen Club Brugge gespeeld hebben, Gigot trapte een penalty, maar miste hem en Kalou duwde hem binnen in de... Ik heb het over een goal van hem dat zo echt net over de lijn was en het werd dan gekeken. Ah, met die kopbal. Ja, die kopbal. Aan de tweede paal daar. Klopt. Ja. Juist. Dat was die match dat Kalinic van alles pakt. Ja, echt zot. Ja, over City gesproken, daar gingen mensen niet graag mee in duel, zeker op de training. Eigenlijk heb ook één keer met mijn duel gegaan. Ik bleef wel staan en hij verschoot wel eigenlijk. Want toen dacht ik, ik zal dat keeperke niet zien aan de kant zetten, maar... Hij zei niet gelijk Milicevic, you goalkeeper. Ja, nee, het duwde aan de kant. Ja, dat was... Nee, dat was een beer, man. Ja. Oh. Mm-hmm. Ook die kon echt springen, hè. Die was best snel. Mega sterk. Mm-hmm. Ja, ik heb zo herinneringen van spelers die in duel gaan met hem en zij vliegen eraf en hij blijft staan. Ja, die speelde er ook echt naar, hè. Gewoon ook zo echt wachten. Je komt nu in de buurt, bats, wegdraaien met de bal inspelen. Die speelde er ook echt naar. Mm-hmm. Dat is ook een speelstijl, ja. Ja, ik heb daar ook zo'n herinnering aan. Dat ik zat toen nog in de Telenet-tribune en er zaten zo twee, waarschijnlijk... volwassen mannen, vrienden van elkaar, die elkaar dan één keer in de week zagen. Dat was de match van Gent, omdat er kinderen... want je moet... Mijn kinderen zitten in de Telenet-tribune. Ja. Maar die zaten daar dus, die kinderen waren gaan spelen. Die zaten daar gewoon de raarste praat soms te vertellen. Maar er was één keer zo'n moment dat... Dus City, die had een keer geschoten van buiten de 16 of zo. Maar die bal was echt... buiten. Bijna buiten de lamp. En sinds dan, maar echt... Elke week, dus zo nog 2 maanden erachter, nog steeds. Vanaf dat City zo de bal kreeg, zo nog maar voorbij de middencirkel of aan de middencirkel, riepen die voor heel die Telenet-tribune: schiet! En dan begonnen wij gewoon mee te doen. Dus dachten we, zijn wij mee bezig, maar dat was, dat is zo'n herinnering dat ik heb aan hem. Maar ik vond dat ook wel een tof speler om naar te kijken. Heel lieve mens ook. Mm-hmm. Ja. Die heeft geen enkele goal gemaakt voor Gent, wat niet zo verrassend is. Wel één in een oefenmatch. Op stage was dat, denk ik, in Spanje. Echt een... Waar haalde hij die weetjes? Nee, echt waar. Ik heb die match live gezien. Dat was zo'n oefenmatch. Daar heeft hij inderdaad van buiten 16 een banger gescoord. Mm-hmm. En dat kon hem niet zo goed trappen aan de goal. Had veel kwaliteiten, maar dat had hem niet. Heeft hij eigenlijk ooit... Zat hij samen in het selectie met Birger Verstraet? Want in mijn hoofd is dat de opvolger van... Of... Nee, die zaten samen. En ik lacht. Kun je niet dat kan ik niet vertellen. Oké. Maar dat was dan wel grappig dat hij even terug naar boven kwam. Nee, Birger was er al, denk ik, op dat moment. Ja. En die City is er gewoon bijgekomen en die waren dan... Ja. Die lagen met elkaar in de weegschaal. Ja, op een gegeven moment speelde City heel veel. En dan op een gegeven moment speelde Birger heel veel. Mm-hmm. Bij Birger Verstraet moet ik ook altijd lachen, om een andere reden ongetwijfeld dan nu. Maar ik herinner gewoon altijd zo... het eerste dat ik mij herinner is dat op Club Brugge heeft hij ooit... Die heeft gewoon een keer Van Aken omver gesprongen. Ja, juist. Dat was, ik weet niet of je dat kunt herinneren, maar dat was in de 16. Ja. En, dus ik weet niet, die probeert de bal af te pakken of zo, maar en die moet misschien springen omdat er speler op de grond ligt of zoiets. Hij sprong over de bal, want de bal ging uit onze eigen 16... En hij wil over die bal springen en hij knalt tegen maar echt zo, als Van Aken hier is, zo echt zo en ik weet, ik kan me gewoon inbeelden dat als je zo Van Aken bent, want er was geen penalty gefloten ook. Nee. Terwijl ik daar zat van, dat is nu wel een penalty. Dat moet zo verwarrend zijn als er ineens iemand die zo omver springt, letterlijk. Maar, dat is wel kapot, ik vond dat, dat ook een zeer goeie. Moet ik altijd aan dat denken als ik Birger Verstraet nu hoor. En dan dat filmpje zo met Valentijn, want ziet jij mij graag? Ik kan het nu niet uitspreken in het West-Vlaams, maar hij zei dat zo, tegen de jager. Zo. Dat is zo'n filmpje met Valentijn. Ik weet het. Misschien dat hij daar ook in zat in dat filmpje, ik weet het niet. Nee, ik denk dat het alleen met hun twee was. Oh, dat was wel goed. Ja, een heel dialoog. Goed. Komisch duo's, hè. Inderdaad. Toen we trouwens denken, is ook niet in het begin van het seizoen dat er elke zo een soort mediadag is dan zo foto's worden genomen voor zo animaties voor sociale media. Ja. Hoe is dat dan? Is dat gewoon een hele dag grappen en grollen, of hoe moet ik dat zien eigenlijk? Lijkt me soms zeer awkward dat je zo voor een camera zo... Maak een keer wat grapjes, zo. En dan soms ook zo'n pose dat je dan gescoord hebt, maar je zit niet in dat moment. Ja, ik zie dat soms zo filmpjes, ik denk van andere ploegen vooral, dat zo op die mediadag dan zo, aan zo'n greenscreen staan, dan zo, zo'n podium moet doen en dan al die andere gasten dan zo achter de camera. Ja, dat is grappig. Want er zijn ook zo beelden bij dat je serieus moet zien, maar dat staat 20 man op te zien. Ken het? Kleine kinderen onder elkaar. Dus ja, dat is soms wel grappig. Soms moeten jongens gewoon even eraf, omdat hij niet vooruit gaat. Dus ja, dan is dat wel... Ik kan me voorstellen, Nice. Maar wie is wat dan zeker nu? Of? Ja. Er zitten jullie nog andere vragen hebben voor Yannick, ik weet het niet. Maar eigenlijk wel... Ik denk dat we lang bezig zijn. Mij al de match van hier maar ja, ik weet niet, ja. Ik ging Jules zeker zeggen, gewoon voor het feit dat hij na zo'n blessure terugkomt. En dat is een mooi bloemetje naar hem. Voilà. Ik had ook Tarek, en dan had ik ook nog Hong en Roef opgeschreven. Ja, Hong was ook wel goed. Hong veel lopen ook. Goeie voetballer. Ja. Sowieso. Slimme voetballer. Ja. Ook precies, allee, die raakt precies niet moe. Ja. Dat die daarachter ketsen. Maar die heeft gewoon zo'n reserveparlong, dus dat hij vervangt in zijn rust. Ja. En hij is er ook wel heel zot van hem. Ja, dat merk ik ook wel. Ja, terecht. Hij speelt gewoon heel gedisciplineerd. Hij doet gewoon wat de trainer vraagt. Ja. En die brengt dan ook nog iets extra met zijn voetballende kwaliteiten. Ja, je weet wat hij aan hem hebt. En dan heeft de trainer heel graag. Ja. Juist zelden mij wat dan heb je. Ja, juist zelden. En kunst. Blijkbaar, als je op het plein staat, ik weet niet wie dat... Daan Heijmans heeft dat een keer gezegd toen dat... Gent Charleroi of Charleroi Gent is dat Watanabe wel echt de leider van de Gentse verdediging is, dat die super hard wordt schreeuwen dat dat op tv minder duidelijk is dan op het plein zelf. Ja, hij staat nog wel ook altijd ver van mij, maar je ziet daar gewoon een bepaalde... Ik vond al een Kortrijk een heel goeie. En ik vond, als ik dat zag, dat ze die hadden getekend, een heel goede transfer. Voor, zeker voor nu, Gent. Achteraf. Als je het heel seizoen bekijkt, dat... Misschien wel, binnenkort wordt zo de trofee direct van de speler van het jaar of zo door de supporters. Ja. Dat hij wel een goede kans maakt. Het zal ook wel de Saar worden, denk ik. De Saar of... Die heeft geen ondergrens, vind ik. Ja. Want Watanabe. Dat is altijd... En dan zo, en dan... Terug naar boven. Die zit er bijna nooit onder. Ja. Of zelden. Nog een vraag die mij te binnen schiet. Wat zouden... Want je hebt natuurlijk samengespeeld met één ervan, maar wat is voor u zo... Zijn de verschillen tussen Neto en de Saar? Want die worden heel vaak vergeleken met elkaar. Ik denk dat er heel weinig verschil is tussen die twee. Ik denk dat misschien alleen Neto fysieker is. Die kan meer in de duels nog, denk ik. Dat hij daar meer is en ook met hoofd. De Saar is iets denk ik, dat viel mij meer op. Als de lange bal was van de tegenstander, wist gewoon, maakt niet uit. Die is voor Neto, 100%. En ook in de duels, denk ik. Maar qua distributie van de ballen en zo, bijna hetzelfde. Exact, Dat is zo spijtig met de blessures die Neto heeft gehad. Ook, die zijn laatste blessure was wel echt heel... Dat heeft alles teniet gedaan. Ja, dat was want die jongen kon naar Brighton op dat moment. Juist. Kon daar een heel goed contract tekenen, want ik stond toen heel kort bij hem. En... kon naar Brighton, kon naar, nog het Brighton voor wat dat nu was. Maar dan zagen ze dat er iets mis was in de knie. En als hij had de keuze, oftewel deed hij het niet, oftewel deed hij het wel. Maar dan kon hij misschien nog wel zijn transfer ooit naar het buitenland maken in de Premier League of andere grote leagues. En hij heeft dat risico genomen. En dat is dan niet... Want dat was wel echt... Dus zijn botstoot was scheef en hij heeft dat recht laten zetten. Maar als jij al 25 jaar zo loopt en je moet in één keer zo gaan wandelen... Dat is gebroken, dat is rechtgezet, dat zit vast met pinnen. Zijn knie, dat was niet normaal. Hè. De eerste dagen, dat was gigantisch. En dan is hij ingevallen tegen Charleroi, dat weet ik nog. Dat was een heel speciaal moment voor iedereen, omdat we er echt wel... allemaal naartoe leefden. En achteraf gezien zag ik wel van, het wordt moeilijk. Het gaat moeilijk worden. Spijt genoeg was dat het begin van het einde. Is hij er toen ook niet ingekomen voor Brecht Jager? Ja, dat was ook een schoon moment. Overeen. En die was hij nog steeds. Inderdaad. Maar ik kan me wel nog herinneren, ik zat die match thuis te kijken. Was dat een thuismatch? Ja. Ik zat die match thuis te kijken en ik hoor dat heel dat stadion. Nee, dat was zo mooi om te zien. Maar die had daar echt in het heel hard gewerkt in die periode. Ook met heel veel ups en downs. Want ik heb zelfs toen nog iets gepost, denk ik, op Instagram. En dat is zo jammer. Dat was zo'n goede voetballer. Zo belangrijk voor die ploeg op dat moment. En dan is dat jammer dat die... Dat gebeurt, hè, want niemand wist dat. Hè. Niemand, Die had dat wel af en toe eens een blessure, maar niemand wist dat dat aan de hand was. Mm-hmm. En dan doet hij die testen, gaat hij naar de specialist in Londen, nog een andere specialist en alle twee gezegd, kunnen wij niet doen. Ja. Want dat ging over toen al veel geld. Mm-hmm. Niet de bedragen die nu zijn, maar wel die van toen. En dan is hij teruggekomen en dan heeft hij beslist van, we gaan het zo doen. En ja. Hij wist wel welke risico's dat eraan verbonden waren. Maar natuurlijk gaat hij altijd van het beste uit. En, ja. Ik vind het echt heel jammer. Ja, ik denk iedereen. Allee, ik ken hem nu niet, maar ik denk dat het ook wel echt een goede mens was. Buiten ja, topkerel. Ja, ja. Ik weet nog, toen kleine Cedric in de Jules Otte-stadion kon hij ooit... Ik had Spaanse vrienden en wel zo op een bepaald moment keer Spaans kliksken in de not nog. Zo met Arzo en May en... Sendros en Victor Fernandes, die dan coach was. Ja. En for some reason raakten wij toen in de VIP soms. Dat was heel spannend voor mij. Ja, en dan nam ik al, dan wacht je gewoon aan de ingang voor foto's met spelers. Mm-hmm. En ik weet nog dat vaak, en ik begrijp dat ook als er zo 60 klein mannen komen voor foto's, dat je bij de 58ste zoiets hebt van... Maar ik had bij twee spelers, bij Bruls en bij Neto, die namen echt precies nog steeds de tijd voor u. Of die waren super vriendelijk naar mij dan als... Ja, ik weet niet hoe oud ik toen was, maar... Ja. Dus dat was... Ik kan mij wel... ik kan mij inbeelden dat dat een super warme mens is. En, ik denk dat ook. En je moet gewoon een keer... dus je kunt de kampioenenmatch nog zien op de YouTube van... Zo, de penalty goal die Neto dus scoort, de 2-0. Gewoon al zo... Een publiek juicht naar een goal, dat meestal klinkt dat bijna altijd hetzelfde. Maar je moet een keer luisteren naar die 2-0. Dat is zo, omdat dan beseft heel dat stadion van de titel komt nu heel dichtbij. Ja. Ja. En dat is zo een ander gejuich. Of zo. En dat is... Want ik weet wel dat Neto ook een moeilijke periode heeft gehad, hè? In het begin in Gent. Want Hein had me dat toen eens een keer verteld. Ik had eens een keer gereageerd aan het publiek tegen Braga thuis. En in de meeting daarna zei hij van ja, Janne, je moet dat mee opletten, want Neto heeft dat ook eens een keer gedaan. Het heeft lang geduurd eigenlijk voordat dat helemaal weg was. Ja. Ja. Bojo heeft dat ook gedaan en dat is niet weggegaan, denk ik. Zo met die penalty daar tegen Waasland. Maar ja, jullie zijn geen Ottenstadion mensen. Ik ken Bojo wel, ik weet dat hij bij hen heeft gespeeld. Nee. Ja. Hij heeft een keer een penalty moeten trappen tegen Waasland-Bever in de Ot nog. En ja, door het plein of door... nonchalance of ik weet niet wat, maar hij trapt die bal en die bal doet letterlijk gewoon... Maar hij was ook gewoon niet goed aan het spelen en op het einde van de match, of hij wordt gewisseld of ik weet niet. En hij draait zich inderdaad ook naar het Gentse publiek en hij doet ook een reactie. En dan, kleine Cedric mocht weer naar de VIP, hè, de Spanjaarden. En dan weet ik wel dat er supporters stonden die in de VIP wilden gaan en die woorden wilden met een Bojo, waarvan ik altijd denk... maar dat moment herinner ik me wel, dat er toen wel zeer stevig tegen werd gereageerd. Ja. Maar dat vraag ik mij ook af, zo als je na een verliesmatch, of je hebt een slechte periode en je moet dan naar die supporters, ik sta dan altijd naar te kijken van dat, wat gaat er op dat moment gezegd worden? Dat... Ja, wat wordt er gezegd? Hè? Dat je het truitje moet nat maken en dat anders moet. Zo'n cassetteke dat wordt afgespeeld eigenlijk. Ja. Op zich wel, want dat zijn altijd dezelfde dingen die terugkomen. Ja. Maar ik snap dat wel, want mensen betalen heel veel geld voor te komen kijken, maken lange dagen op verplaatsing. En ik denk niet dat soms alle spelers daar het besef van hebben. Okay. Wat dat voor die mensen betekent. Want ik heb ook ooit aan die andere kant gestaan. Ja. Ja, ja. En ik weet wat dat is als je gaat kijken en je ploeg wint. Ik was toen nog wel 16 jaar, maar ik zat daar ook wel heel hard in. En ik snap dat wel. Ja, dat heeft er wel. En dan kom je aan de andere kant en dan zie je de frustratie ook van de spelers naar de supporters toe. En dan, als je daar lang hebt gestaan en je hoort dat voor de eerste keer, dan denk je van, wat zeg je, nee maat, die mannen komen kijken, die willen supporten, willen gewoon dat je een truitje nat maakt. Maar ja, nu zit ik dan langer aan de spelerskant en dan denk ik van ja, wij zijn ook maar gewoon mensen. Wij hebben ook eens een mindere dag of een mindere periode. Alleen bij ons wordt het allemaal uitvergroot. Dus jij gaat werken in de fabriek en jij hebt een mindere periode omdat je geen goesting hebt om te gaan werken. Jij doet je ding wel, maar dat wordt niet uitvergroot. Hè. de enige die dat gaat zien is uw ploegbaas. En die zal dan wel uw apart... maar bij ons staat er 20.000 man op te zien. Ja. Dus er nog eens een miljoen mensen thuis, achter een tv. Dan nog eens de media die er ook nog eens op bovenop springt. Ja. En wat veel mensen ook zeggen is, ja, ze verdienen zoveel, dus ze mogen dan ook wat meer doen. Maar ik denk, van, ja, je kunt er ook zelf niet aan doen dat je zoveel verdient. Nee, ik snap die frustratie wel. Maar... we hebben ook bijna geen sociaal leven. Hè. Ja, je moet er veel voor opgeven ook. Ja. En dan zullen misschien heel veel mensen zeggen, oh, dat is niet waar. Dat is opstaan, de voetbal, gedaan met de voetbal, naar huis. En je blijft thuis. Ja. Misschien in het begin van de week kunnen we wel eens naar het centrum gaan of eens een keer iets gaan eten. Maar hoe korter dat weekend komt, komt je gewoon niet meer buiten. Hè. Ja. Dan is het alleen maar, want als je dan buiten komt, je bent geen profspeler, hè. Je bent niet bezig met je wedstrijd. Ja. Ja. En dan als de mensen thuis zijn en niet moeten werken, er zijn natuurlijk altijd mensen die op een zaterdag of een zondag moeten werken, maar de meeste mensen zijn wel thuis. Ja, ja. Moeten wij wel zaterdagsmorgens gaan trainen, of hebben we zaterdag wedstrijd en dan de dag daarna ook nog training. En het maakt niet uit of dat je wint of verliest, of dat je goed gezind bent, slecht gezind bent. Dus, en dan begint dat terug opnieuw. Hè. En dan heb je soms één dag vrij, soms is dat zelfs 2 maanden, geen in één dag vrij. Hè. Ja. Zeker als je Europees speelt. Ja, voilà. Maar nu, play-off 2, maakt niet veel meer uit. Ze hebben toch een dag vrij gekregen voor naar hier te komen? Ja, 2 dagen. Ja, okay. Ja, ik vraag mij ook af wat je daarnet zegt, van als het is een speler naar buiten gaat voor het weekend of dicht bij het weekend, dat er dan direct op zit door de media. Of mensen hoe mensen mocht voor waarschijnlijk. Ja. Allee, bij mij... Dat was vroeger ook niet. Hè. Ja. Vroeger was dat allemaal anders. Hè. Ik heb die periode nog meegemaakt zonder media of social media. Dat kon dat wel, hè. En, of dat werd daar minder van gezegd. Ja. Zo, nu wordt alles gefilmd waarschijnlijk, of foto's van Yannick Thoelen is spot in een nachtclub, ik zeg maar iets. Wel, ik ging net zeggen, bepaalde spelers worden daar dan waarschijnlijk ook, eenmaal dat je die reputatie zo wat tegen je hebt, want in mijn hoofd komt dan direct Benito Raman op. Allee. Ik wist het. Voilà. Ik wist vanaf dat ik de naam ging droppen, wordt er gelachen. Die waren we nog vergeten. Ja, voilà. Leuke herinneringen mee, man. Ongetwijfeld, waarschijnlijk. Deze ga ik wel vertellen, want dat is echt heel bezot. Dus Benito had wel wat problemen op de club. En een paar weken passeren en hij was eerst wel wat rustig terug. En dan, want hij zat naast mij in de kleedkamer en dan zitten we, ik was daar tot 2 uur 's nachts. Maar meestal biljaren of op café pakken, niet in een nachtclub of zo. En dan in één keer moesten naar het bureau van de logie. En in één keer zegt hij, ja zeg, die dag, jij wordt daar hè, om 2 uur hè. En die kijkt zo. Oh ja, ik denk die kijkt weet zo. Waar het naartoe gaat. Hij zegt, wat dat? Hij zegt, ja, hoe weet je dat? En die dag, dan waren jij dan daar en dan daar. En die Benito, wat hij vertelde dat tegen mij. Hij zei, maat, ik zei, hoe kan dat? En die zegt, ja, ik weet dat, omdat wij een privédirectief op u hebben gezet. Serieus? Inderdaad. Voor die in doog te houden. Dat is next level. En dan, om dan gewoon zwart op wit te kunnen pakken. Maar dat is echt bizar. Inderdaad, ik denk dat ik dat al een keer ergens gelezen heb. Dat. Maar dat is zo overdreven wel, hé. Ja. Ik zit hier op de Allee, jong. Ja, echt. De volgende keer dat ik zeg, nee, zijn ons waanzin. Nee, echt waar. Foto's en al, hè. Allee, man. 4 jaar. Ja. Ja, dat is echt gek. De volgende keer dat hij ging biljart, niet hij toch rondgekeken. Ja, bizar. Ja, ik weet niet, dat biljartverhaal, wat dat erna of ervoor... Ja, was dat niet zoiets dat er heel dicht bij een wedstrijd dat hij dan een biljart had of zo? Denk ik. En dat scoort hij, hè, en dan doet hij zo... En Lokeren, denk ik zelfs. Juist. Oh, Lokeren gaan nu naar 2e klasse. Als ze snel terug zijn, dan hebben we die derby. Dan is een derby, ja. Dat is waar. Dan spelen ze... Ah nee, dit seizoen speelden ze tegen Jong Gent, hè. Ja. Dat kan. Dat was, dat kan. Oh, ja, 3e klasse. Maar nu komt Dender terug, dus we hebben die Oost-Vlaamse... Ja. En misschien Deinze ook, hè. Ja, inderdaad. Maar bon, ik zal u eens wat aan doen. Ja. Dus ik heb iemand genomen die, waar jij mee samen hebt gespeeld, dus dat je ook kunt meedoen. Dus de 3 tips. Ik heb al gevoetbald op 3 verschillende continenten. 2. Ik heb iets gemeen met Hugo Kuipers en Brecht Jager. En 3. Bij mijn debuut gaf ik Yannick Thoelen een grote, dikke knuffel. Amai, dat vind ik de moeilijke. Oh, ik zit niet weten. Het is 3 continenten gevoetbald. Ja. Ik heb iets gemeen met Hugo Kuipers en... Een knuffel met Yannick misschien Thoelen. Moet je daarbij beginnen zoeken, inderdaad. Oh, gemeen met je iets mee. Wow, wat zou hij gemeen kunnen hebben? Ja. Ik zie dat Yannick het ook niet direct weet. Ja. Maar ja, nee, het is inderdaad een moeilijke. Dus het is van de periode 2015-19 agenten. Ja. Wacht, dus misschien de derde tip. Dus bij mijn debuut gaf ik Yannick een knuffel. Ja. Wie heeft er een zot debuut gehad? Of een memorabel debuut? Oeh, ik denk dat ik wel iemand kan raden. Wacht ze. Gemeen met Hugo Kuipers. Oh, ik ben aan het denken of dat hij iets gemeen heeft met Hugo Kuipers. Ja. Gewoon de positie dan. Nee. En dat was in mijn eerste seizoen. Ah, dat weet ik niet. Mag ik iemand raden? Het was het lichtblauw truitje. Juda Kubo. Ja. Voilà. Ja. Inderdaad. Iets gemeen met Hugo Kuipers dacht ik gewoon spits. Ja, de MLS. Ja, en hij heeft inderdaad. En dan nog in Azië waarschijnlijk gespeeld ook. Ja. Dus ja. De 3 continenten. Dus hij heeft inderdaad in Japan gespeeld. Dan in Europa Young Boys Bern, A-Gent Nuremberg en Cincinnati nu. Ja, Hugo Kuipers en Brecht de Jager spelen alle 2 in Amerika, net als Kubo op dit moment. Ja. En bij zijn debuut, dat was 2-0, 2017 tegen Club Brugge. Ja. Scoort hij een vrije trap. Hij was een paar dagen daarvoor maar toegekomen en dan die vrije trap scoort hij. En het eerste wat hij doet is lopen naar u of jij lopen naar hem. En, was zijn eerste vriend misschien bij de ploeg, ik weet het niet. Ja, hij was niet speciaal vriend, maar hij had dan wel die dagen daarvoor met mij wat we samen geoefend. Hij oefende dan voor die en ik dan als keeper. En die gingen wel vlot binnen. Ze. En ik zei tegen hem, ik zeg, als je de kans krijgt, gewoon doen. En daarna hadden we dan ook wel een goede band, maar het was zo typisch Aziatisch, zo een beetje introverter. Ja. Maar als je daar wel tegen babbelde die wel terug. Super professioneel. En zelfs op een gegeven moment waren we wel wat close. En hij zei van ik zeg van zo Japan, Tokio, dat zou ik wel eens willen doen. Hij zegt van stuur mij een bericht in het tussenseizoen en kom af en dan gaan wij wat dingen doen. Nice. Maar dat was juist dat jaar dat ik dan wegging. Okay. Ja. Ook die heeft echt van die goal gemaakt. 2 keer denk ik dat hij gewoon vanaf de middencirkel bijna op wandel gaat. En daar zo tegen Mechelen toch ook. Tegen Mechelen en daarna nog 1. Maar ik ben vergeten tegen. Maar 2 keer dat hij inderdaad zo 5, 6 man gewoon voorbij dribbelt en dan binnenlegt. Ja. Goeie voetballer. Dat is een wijze speler ook gewoon, de manier van spelen. Ja, vond ik ook al. Zo een beetje vergelijkbaar met Honge nu. Alleen Honge is niet zo explosief. Hij is explosiever. Kubo is echt valse spits, hè? Ja. We hebben daar iets te weinig van gezien, maar Jokota is misschien... Ja, dat meer flank is. Ja. Ik vind het heel spijtig dat die... Want die heeft dan die blessure gehad, maar de dingen dat we toen zagen, dat was ook in de periode met de Afrika Cup, dat er zoveel spelers weg waren. Maar... Want weinig dat we gezien hebben, dacht ik wel van... Dat we hadden highlights gezien voor de wedstrijd. Ik dacht, wat is dat? Van wat komt die in een keer? Ja. En dan op Polen, de wedstrijd Savan nog. Ik weet het niet meer. Van Polen ergens. Hij speelde dat samen met Podolski. Nee, het was een bekende. Ik weet niet wie dat was. Zoek het op. Ja maar jong, ik weet het ook niet direct. Ik maar hoe is dat voor een... spelersgroep om zo... Want ik vermoed dat er bij KV Mechelen ook wel een paar naar de Afrika Cup of Asian Cup zijn gegaan. Hoe hard leeft dat? Of zijn je daarmee bezig? Van, dat is zeer ambetant dat dat gebeurt. Of je volgt dat wel allemaal hè, voor die gasten. Omdat je die man ook alleen maar succes gunt. Hè. Want wij hebben dan een Indonesische speler, Sandy Walsh. Juist. En dat was die hun eerste keer. Dus dat was echt, wel heel speciaal. Die winnen de eerste keer op de Nasia Cup. Die scoort ook op de Nasia Cup. Dus dat was voor wij gunden die dat wel allemaal. Ook voor die gasten die dan de Afrika Cup speelden, was dan Mori Konaté, die een denk de halve finale had gehaald, of de kwartfinale. Denk halve finale zelfs. Ja. Dus ja, dat is allemaal wel allemaal goed ook voor die gasten. Hè. En als die dan terugkomen, zijn die allemaal ook terug herboren. Maar dus, het is niet dat er een bepaalde... Maar langs de ene kant is dat wel. Want jij gaat door met je competitie. Oh. Ja. Het is wel kwijt. En je zit kwijt. Een ambetant moment gewoon dat ze dat dan leggen. Hè. Zo is Sandy zijn plaats ook kwijtgeraakt aan Bill Antonio. Ja. En dan is die dan weer ontbolsterd. Dus dat is, langs de ene kant is dat voor gasten plezant en je gunt die dat. Maar langs de andere kant kun je dan ook... Kijk, heb je... spelers tekort of zet je ze kwijt, maar dan kunnen wel andere gasten opstaan voor. Ja, maar vanuit de groep die blijft, zeg maar, hier in België is er niet een bepaald gevoel van ja, fuck, we zijn nu al... Hangt er vanaf hoe belangrijk die speler is. Hè? Op dat moment speelde Morrie, maar dan is er een andere jonge gast gekomen. Bij ons zijn er 2 jonge gasten opgestaan na dat ding. Dus voor ons is dat positief verhaal geweest. Maar voor jullie niet, hè? Nee, daar was wel wat. Ja, klopt. Ja, Watanabe, Tonariga, Hong. Ja. Jullie hadden echt heel veel. En dan nog transfers ook, hè? Ja. Tonariga denk ik niet. Ik denk dat die gebleven is. Ah, nee, maar die was geblesseerd dan, denk ik. Ah. Ja, dat is ook al, ja. Blessures, vertrekkers. Ja. Zaterdag had hij weer zo'n paar momenten dat als die schuift... Heel vaak in. Ja. Zeker eerst soms gaat hij nu blijven lopen of waar ga je naartoe? Dan loopt hij hem soms wel vast. Maar ik vind dat... Ja, ik zie dat graag als... Ja, dat is wel een vrijheid die hij heeft en dat hij wel goed benut. Zo. Ja. Zeker. Gaan we hier afhandelen, zeker? Dat is wel lang bezig. Ja. Zeker. Ja, ik weet niet. 2:50. Oh ja. Bijna 2 uur, denk ik. Ja. Perfect. Merci. Dikke merci, Yannick Thoelen. Om te komen. Merci, Cedric. Merci, Jentel. En dan zijn we volgende week terug met PUB. Salut. Yo. Ciao.